Dank u wel allemaal. Zoals gezegd ben ik dus inderdaad Pieter Smits. Ik heb mijn rechten gedaan aan de Universiteit Antwerpen. Notariaat heb ik hier aan de KU Leuven gedaan, dus ik sta een beetje met een dubbele nationaliteit, maar dat mag in België, dus dat is geen probleem. Ik ben werkzaam op de afdeling geschillen bij de douane. Ik ben ook getrouwd, we hebben twee kinderen. En ik ben inderdaad ook schepen in Schelle voor uiteraard CD&V. En ik ga jullie vandaag een beetje vertellen over Stuurboord en hoe Stuurboord denkt over de partijpolitiek en hoe zij CD&V een beetje terug kan versterken. En ik begin al direct met goed nieuws. Dus in mei 2019 hadden wij een vrij dramatische uitslag met CD&V. Dat was een shock die eigenlijk voor zo goed als iedereen binnen CD&V ernstig is binnengekomen. En in de nasleep van mei 2019 kreeg ik een mysterieuze mail van iemand die ik goed kende, Frank Judo. En die was eerst gecontacteerd door een aantal CD&V'ers, inclusief trouwens een heel aantal oud-KVA'ers, die toch wel hun bezorgdheden hadden geuit over de toekomst van onze partij. Nu, in die mail stond, dat was een vrij korte mail, er was wel een heel heldere en vooral toekomstgerichte analyse over hoe dat we de problemen, enfin, het feit dat we de problemen moesten aanpakken, en dat we daar best met een aantal mensen voor samenkwamen. En het lokkertje was natuurlijk een restaurant. In Gent zijn we toen samengekomen. Vanuit heel Vlaanderen, dus CD&V'ers van West-Vlaanderen tot Vlaams Brabant. En dan was inderdaad het doel om CD&V terug zeewaardig te maken. En onze eerste beslissing, die eigenlijk vrij snel is bovengekomen, is dat onze toekomst van de groep die samen was, wij hadden toen nog geen naam, maar dat onze toekomst wel sowieso binnen CD&V lag. Binnen, dat betekent dat we sowieso niet gingen afscheuren, omdat al degenen die in het verleden ooit afgescheurd zijn, die zijn eigenlijk allemaal doorgeschoten in de reden waarom ze afgescheurd waren. Dus er zijn genoeg voorbeelden van, ik zal er straks misschien wat aanhalen, maar die zijn doorgeschoten in hun idee. En die werd dus niet tegengehouden door het feit dat ze een volledige, alomvattende centrumvisie moesten hebben. Wij zitten binnen CD&V, dus Stuurboord zit in CD&V, maar wij zijn niet van de partij. Dus het is niet dat wij vanuit het bureau georganiseerd zijn of dat wij enige organisatie krijgen vanuit CD&V zelf. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de 12 apostelen die samengeroepen werden na de dramatische uitslag. Die werden wel degelijk door het bureau aangesteld en die moesten een beetje de analyse maken. Maar zij waren binnen de partijstructuur, wij zijn gewoon CD&V'ers binnen de partij. De christendemocratie heeft een eigen inhoud en wat ons betrof de beste inhoud. Dus dat is ook vrij snel naar boven gekomen. Het lege midden, dat bestaat voor ons niet. Een van onze leden heeft het eigenlijk heel mooi uitgedrukt door te zeggen dat CD&V de enige plaats is waar je een plaats kunt vinden, waar je een evenwicht kunt vinden tussen je ethisch bewustzijn en een economische zin voor initiatief. Dus wij vonden eigenlijk allemaal het christendemocratisch verhaal te waardevol om verloren te laten gaan en om ten onder te laten gaan aan versplintering en daarom dat we binnen CD&V terug enige kracht wilden opwekken. Dus na een grondige voorbereiding van ongeveer een jaar hebben we dan uiteindelijk zijn we naar buiten gekomen en hebben we binnen CD&V Stuurboord te water gelaten op Christus Koning. En jullie zijn KVAV, dus Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dus dat was een mooi moment waarin dat het oude afgesloten wordt en het nieuwe begint. Maar het was eigenlijk vooral omdat dat praktisch voor ons goed uitkwam. Om dan te lanceren, met alle voorbereidingen. Wat ga ik nu concreet zeggen? Wie Stuurboord is, wie CD&V is, want ik zeg het, dat is ook wel van belang om een analyse op te maken. Wat dan de uitdagingen zijn voor CD&V en hoe wij te werk gaan. Dus ten eerste, wie is Stuurboord? Mijn moeder, die trouwens ook nog lid is geweest van het KVAV, maar dan van Antwerpen, die heeft mij altijd gezegd, altijd terug te keren naar de bron. Dus dat ging dan vooral over juridische documenten. Maar in het Latijn noemen ze dat ook ad fontes.
Nu, Fontes is ook meervoud, dus meer bronnen. Wij hebben inderdaad twee grote bronnen. Enerzijds de christendemocratische basis, waar ik straks over zal spreken. En anderzijds ook ons eigen basistekst, ons mission statement. En ons mission statement, die staat hier. Ik kan ze eenmaal voorlezen. We hebben er maar één, dus het mag een beetje langer zijn. Stuurboord staat dus voor een politiek die tegelijk een dynamische economie en ontwikkeld ethisch bewustzijn nastreeft. Dit op basis van een open en doorleefd respect voor onze tradities. En vanuit die uitgangspunten schrijven we mee aan het verhaal van Vlaanderen in Europa. Een brede Vlaamse christendemocratie is nodig om dit te kunnen realiseren. En Stuurboord draagt bij tot die noodzakelijke bandbreedte binnen CD&V. Hetgeen waar ik hier al op wil focussen is dat een brede Vlaamse democratie nodig is. Dat gaat niet enkel over het electorale gewicht, dus dat je voldoende kiezers hebt, maar ook inhoudelijk, dus dat je effectief een centrumpartij bent die ook veel organisaties en dergelijke binnen de maatschappij kunt aanspreken. Om het nu een beetje concreet te maken, er zitten vier elementen in: dynamische economie, ontwikkeld ethisch bewustzijn, een open en doorleefd respect voor onze tradities, Vlaanderen in Europa. Eerst de dynamische economie. Economie creëert welvaart. Dat wordt ook traditioneel gesitueerd binnen een centrumrechts of een rechtsverhaal. Iedereen denkt dan ook direct aan de economie. En effectief, het creëert welvaart die dat wij dan kunnen gebruiken om te herverdelen, om uw maatschappij te doen draaien te koer. Dus dat is een essentieel element. En in een boutade zeggen ze, is the economy stupid? Maar dan moeten we een stuk genuanceerd worden. We zeggen wel dat de economie ruimte moet krijgen, maar de economie moet ook constant, via politiek, evolueren naar een altijd beter systeem. En is natuurlijk de vraag, hoe doet u dat? En waar gaan we? Komt zelfs nog. Het ontwikkelt ethisch bewustzijn, dat is trouwens ook meteen een stuk nuance op die economie. Dat betekent dat wij elk voorstel en elk status quo zullen toetsen aan een christendemocratisch waardekader. Dus elke verandering die voorgesteld wordt, een wetsvoorstel of eenders wat, maar ook een status quo waar dat ons oog opvalt of die plots in de actualiteit komt, wordt daaraan onderworpen. En hier heb ik dan mijn nuance. Bijvoorbeeld uw economie. Wij hebben ooit een spreker uitgenodigd, Geert Janssens, die heeft komen spreken over hoe dat men concreet firma's omvormt tot een meer efficiënte en meer op mensenmaat gerichte ondernemingsvorm. Door ze mee eigenaar te maken van de firma, zodat ze zich meer betrokken voelen enzovoort. Dus dat betekent dat die twee samen kunnen gaan. Je moet alleen zien dat je je waarde, je menswaardigheid daaraan koppelt en dan kom je eigenlijk nooit in de problemen. Ons volgende punt, ons derde punt, is onze tradities. Traditioneel zijn is niet hetzelfde als reactionair zijn. De Amish zijn reactionair. Die hebben een arbitrair punt in het verleden gekozen en gezegd van, dat is nu het optimum, daar moeten we bij blijven. Dat is niet traditioneel, dat is u vastzetten. Wat is traditie dan wel? Want het is gemakkelijk om te zeggen wat iets niet is. Dat is een natuurlijke groei. Dus dat je eigenlijk een voorspelbare evolutie hebt, die ook logisch te volgen is, zonder te veel zijsprongen en onlogische mini-revoluties. Wat is dan weer het verschil met vernieuwingsdrang? Dat is het andere extreem. En een ongepaste vooruitgangsoptimisme. Dat is ten eerste dat tradities voortbouwen op het verleden. Dus wij gaan er in onze basis gaan we ervan uit dat je het verleden niet de hele tijd moet weggooien en jezelf moet gaan heruitvinden. Moet voorbouwen op hetgeen dat je gekregen hebt. Dat had er niet geweest, of onze maatschappij had niet zo succesvol geweest als wij dat verleden niet gehad hadden. Dezelfde redenering gebruiken we voor veranderende omstandigheden. Dat betekent ook niet zelfs vastzitten in dat verleden. Maar, ik heb hier mooi twee voorbeelden. Dit is dezelfde redenering voor veranderende omstandigheden. Dus je hebt weliswaar een tijd gehad. De maatschappij evolueert. Maar dat betekent niet dat je je redenering moet omvergooien. Je moet ze gewoon toepassen met die nieuwe omstandigheden in overweging te nemen. Ik
een beetje gefocust op die tradities, omdat dat een beetje moeilijk is, dat dat nogal snel gezet wordt in het kamp van, ja, ik zeg het, radicaal reactionair, maar dat is absoluut niet het geval. Ten slotte zijn we ook heel sterk aanhanger voor Vlaanderen in Europa. Ten eerste, Vlaanderen, Stuurboord is een heel sterke aanhanger. Binnen christendemocratische waarden is dat ook zo, dus CD&V zelf heeft dat ook, van subsidiariteit. Dat betekent eigenlijk alles zo lokaal mogelijk houden, met als kleinste bouwsteen het huishouden, het gezin, dat is onze kleinste nucleaire basis. Dat is dus niet het individu, dat heb je bijvoorbeeld binnen het liberalisme, die gaan uit van het individu alleen. Wij zeggen, de mens is altijd een sociaal wezen geweest, dus min laagste bouwblokjes. En hoe verder dat je daarvan weggaat, hoe meer dat je zult moeten motiveren waarom dat je aan een bevoegdheid zo ver weg zit. Een gemeente, die staat nog dicht bij mensen, dus dat hoeft je nog niet te veel. Vlaanderen, dat is al redelijk ver. Nog niet heel ver, maar toch. En dat betekent dat wij zelf geen fan zijn van een soort Vlaams etatisme of het Vlaamse micromanagement dat er zich soms voordoet. Maar anderzijds voelen wij ons wel effectief hoe binnen een Vlaamse cultuur. Want Vlaanderen is wel één cultureel blok, maar ik gebruik liever een bouwsteen, omdat, zoals daarnet gezegd, ik ben ook voorzitter van ICP Youth. En daarbinnen spreek ik ook vrij regelmatig met Nederlanders. Nu, dat zijn ook christenen, dus ik kom daar nog redelijk goed mee overeen, dezelfde gedachtegang. Maar ik voel toch nog altijd het verschil als ik met iemand van Nederland spreek tegenover West-Vlamingen, Oost-Vlamingen, eigenlijk eenders wie van Vlaanderen. Dus er is een zekere culturele eenheid, wat dat het ook normaal maakt, dat dat ook een bestuursniveau is. Omdat we daarin gelijk denken. Vlaanderen als entiteit, dat is wel iets dat Stuurboord aanhangig is. En Stuurboord is ook Vlaams. Dus we zijn niet gewoon Vlaams gezind omdat CD&V een Vlaamse partij is of toch die Vlaamse basis heeft. Maar Stuurboord zelf voelt zich ook Vlaams. Ook al onze leden zijn heel hard aan de Vlaams gehecht. En het is ook van die gemeenschap dat wij ook in een positief, maar wel een zelfbewuste houding tegemoet treden naar andere groepen. Onze Waalse collega's, de Duitsstalige gemeenschap, Nederland. En in dat opzicht beschouwen we ook het federaal niveau als een ideaal ontmoetingspunt om op positieve wijze voor te bouwen aan eigenlijk aan al hetgeen waar dat onze deelstaten het beste mee af zijn. En in die zin wordt ook het Belgisch niveau daar beter van. Datgene dat we daarop samen kunnen doen, het Belgisch niveau heeft ook zijn nut, dat is ook goed. En dan komen we natuurlijk aan Europa. Want inderdaad, de wereld bestaat uit machtsblokken, wat ook niet echt iets nieuws is. We hebben vroeger het Romeinse Rijk gehad, we hebben het Chinese Keizerrijk gehad, het Heilige Roomse Rijk, dat is altijd nog een beetje een uitdaging. Maar nu ook bestaat de wereld opnieuw uit machtsblokken. En in die machtsblokken heeft Europa, groot Europa, maar ook zeker de Europese Unie, haar plaats, maar ook haar uitdagingen. Dus we zijn ook wel kritisch, net zoals dat we ook kritisch zijn voor het Vlaamse niveau, zijn we ook zeer kritisch voor het niveau van de Europese Unie. Dat meestal verzandt in een soort van inertie, in nogal een vrij speelzuchtig gegeven. Maar wij zien wel wat het kan worden en wat het nut daarvan is. En wat het nut is van Vlaanderen voor de Europese Unie en andersom. Dus Vlaanderen binnen Europa is voor ons wel een reëel gegeven. En onze basis van de Europese Unie is ook christendemocratisch. Hè. Dus een van de grote oprichters is Robert Schuman. Jullie kennen die uiteraard allemaal zeer goed. Dat is de Franse politicus die overtuigd christelijk was. En die heeft ook de EGKS opgericht, dus de Europese Gemeenschap voor Kool en Staal. En weet er iemand hoe dat juist gegaan is?
Zijn stijl was ambtelijk. Dus hij was wel een politicus, maar was vrij grijs voor zijn tijd ook. En die was in het geheim onderhandelingen eigenlijk aan het voeren met de Duitse regering. Want hij wist van, als we nu kolen en staal onder controle hebben, oké, dan zijn we vrij zeker dat er geen oorlog meer van komt. Dus ze hadden dan die overeenkomst gemaakt. En ja, dan moesten we het natuurlijk nog gaan verdedigen voor zijn vrij chauvinistisch toen, ook als overwinnaar Frankrijk, om te gaan zeggen dat zij zich ook moesten gaan verbinden aan Duitsland. En dus ze zaten op een kabinet, een ministerraad te houden. En tegen het einde, tegen de middag, wanneer dat iedereen al in gedachten bij de lunch zat, dan zijn plots van, ah ja zeg, we hebben nog iets afgesproken met Duitsland. Iets over een technische aangelegenheid van handel in kolen en staal en zo. Is dat goed dat ik daarin voortga? Iedereen, dat is goed, want we willen allemaal gaan eten. En dan, onmiddellijk, een uur nadien, had hem alle Franse pers samengeroepen, een grote aankondiging, ja, EGKS is opgericht, wij gaan vanaf nu alles samen doen. Franse ministers waren daar niet zo blij mee. Dan, wie is CD&V? Misschien aan een volgende vraag. Wanneer is een partij christendemocratisch? Want je hebt protestantse partijen, die ook CDA, die ook christendemocratisch zijn. Die hebben één basis, de bergreden, dus de zaligsprekingen. Die kennen jullie van buiten, dus dat kun je nog niet direct vragen. Dat zijn alle christendemocratische partijen hebben de zaligsprekingen als basis voor hun partijprogramma. En als je die allemaal samenlegt, al die zaligsprekingen, en je zoekt daar de gemene deler over, dan vind je ten eerste subsidiariteit, dat heb ik al uitgelegd. Ten tweede het rentmeesterschap. En ten derde de ruimte voor gemeenschapsopbouw. Dat zijn zo wat de drie kernwaarden die daaruit voortvloeien. Rentmeesterschap, dat is een term waar we een hele tijd al een nieuw woord voor aan het zoeken zijn, maar dat niemand vindt. Eigenlijk komt het neer dat wij erin geloven dat de mensheid als dusdanig op weg is doorheen de geschiedenis, maar altijd naar een betere toekomst na ons overlijden. Wij zijn zelf geschapen, alles hier is geschapen voor ons, als mensheid. Dus wij denken ook verder dan onze achterkleinkinderen. Dat is het verste dat mensen denken, dat dus ook bepaalde partijen gaan in hun zorg voor planeet, maatschappij, noem maar op. Wij gaan voor de eeuwigheid. En dat is altijd een heel andere manier om te gaan met de zaken. En dus wij gaan ook voor duurzaamheid op alle gebieden. Dat is niet ecologisch, dat is niet alleen maatschappelijk, dat is op alle gebieden. Maar dat betekent ook op alle gebieden gecombineerd. Dus het is niet dat wij gaan, zeker als CD&V, gaan focussen op één specifiek ding. En dan gaan we eens een keer het maatschappelijk aanpakken en nu gaan we naar het ecologische. Dus eigenlijk alles zit verbonden met elkaar. En je gaat misschien iets traken, maar wel constant vooruit, zonder schade toe te brengen op de rest. Dus iets dat heel diep bij ons zit, en dat noemen ze dan ook dat wij een beleidspartij zouden zijn, of staatsdragend, dat is het intrinsiek gevoel van verantwoordelijkheid te dragen en van ooit verantwoording te moeten afleggen, niet alleen ten aanzien van de kiezer, maar ook voor uw bevoegdheden die u zijn toegeworpen. De ruimte voor gemeenschapsopbouw, dat is ook iets bijzonders. Ik had het al eens een keer gezegd, de mens is intrinsiek een sociaal en solidair wezen. Dus gemeenschapsopbouw is voor ons heel essentieel. Dat hebben we nu ook gezien met de coronacrisis, maar dat wisten we daarvoor ook al. De vereenzaming, dat is niets dat in de voorbije 2 jaar is opgedoken. Dat is alleen verergerd. De opbouw van die gemeenschap, dat moet komen van de mensen zelf. Daarin onderscheiden we ons dan bijvoorbeeld weer van socialistische partijen, die dat vanuit de staat willen organiseren. Die gaan ook wel voor het sociale gegeven, maar vanuit de staat gerealiseerd en dat ook veel duurder is en dat de creativiteit van mensen ook altijd een beetje vanuit onze visie. De overheid, wat ons betreft, is er dan ook vooral om de struikelblokken te verwijderen, zodanig dat de gemeenschapsopbouw iets vlotter gaat, maar veel meer hoeft dan te zijn. Goed, dus dat zijn de pijlers. En CD&V is ook een centrumpartij. En wat verwachten jullie van een centrumpartij? Of wat denken jullie dat dat hoort te zijn? Compromissen sluiten.
Voilà, dat is inderdaad het standaard verhaal, maar dat is dus niet wat een centrumpartij hoort te zijn. Dat is nog een andere vraag. Een centrumpartij heeft sowieso twee vleugels, of twee bogen, gelijk of wij, om in onze beeldspraak te blijven. En die twee vleugels hebben wel eigen thema's, maar zitten nog altijd binnen hetzelfde referentiekader. En dat is een heel belangrijk ding. Dus het gaat niet over twee groepen die evengoed twee aparte partijen hadden kunnen zijn en denken van, ja, 1 plus 1 is 3, dus we zullen hier maar een beetje samen gaan. Nee, het zijn effectief, het is binnen één partij. En de echte tegenstelling, die dan niet binnen een centrumpartij hoort te zijn, dat is de tegenstelling conservatief en dat is het gewoon, ik kan het maar één keer zeggen, progressief. En ik kan die term niet meer gebruiken, want die doet uitschijnen alsof dat die groep, al hetgeen dat ze zeggen en doen, dat het allemaal vooruitgang is, progressie, wat dat dus absoluut niet het geval is. Een beter woord vind ik alternatief. Want ze bieden wel een alternatief voor het status quo. En dat is ook neutraal, hè, want dat wil niet zeggen dat het beter of slechter is, dat is gewoon alternatief. Dus ik zal dat noemen conservatief alternatief. Dus de vleugels van een centrumpartij horen te zijn conservatief links en conservatief rechts. En in die zin beschouwen wij ook de linkervleugel van CD&V als bondgenoten of partiële bondgenoten. Natuurlijk, de linkervleugel, conservatief links. En zien wij wel CD&V als één geheel die vrij veel kunnen realiseren. Wij beschouwen ons dus niet als de enige ware CD&V, of de enige ware Christendemocraten. Wij beschouwen ons als de rechter, conservatief rechtervleugel van dezelfde partij. En wij doen daarop ons ding, omdat wij ons daar thuis voelen. En conservatief links zal misschien een gelijkaardige oefening op hun domein moeten doen. Dat is iets dat zij beter weten dan wij. Wat zijn nu de uitdagingen voor CD&V? Aristoteles heeft zelf gezegd, iets is wat het doet. En het verwezenlijkte zijn is beter dan het potentiële zijn. Dus dat betekent, vooraleer dat we weten wat we moeten oplossen, moeten we weten wat dat de rechtervleugel dan moet doen. En we hebben nu gezien wat een christendemocratische partij, wat dat betekent inhoudelijk. En nu moeten we daar naar het doel kijken en daar naartoe gaan werken. Het doel is dus net toegelicht. En dan gaan we eens eerst kijken hoe dat dan nog komt dat wij van ons doel zijn afgeweken. En dan gaan we de oplossingen bekijken. De problemen voor CD&V door CD&V, dat is niet heel belangrijk, want er waren al in de jaren daarvoor was er al een soort van ontkerkelijking en waren er evoluties binnen de maatschappij waar CD&V geen vat op had, toenmalig CVP. Maar er is ook één groot probleem geweest, of enfin, verschillende, maar het grootste probleem is begonnen in 1990 door de stemming rond abortus. En ik heb het zelfs nog niet over inhoudelijk dat het over abortus ging, gewoon het feit hoe dat verlopen is. Dus voor de eerste keer in onze geschiedenis hebben wij zonder enige politieke noodzaak, we zaten in de meerderheid, er was niet echt, er was wel wat druk, maar er was niemand dat daar een regering over ging laten vallen. We hebben daar afstand gedaan van een essentieel, voor ons essentieel moreel-ethisch standpunt op dat moment. Dus dat betekent dat wij naar de buitenwereld toen hebben getoond, 3 april 1990, dat als ze maar genoeg druk zetten en op de juiste punten duwen, dat we dan plooien. En dat is eigenlijk toen het grote probleem geweest. En vanaf 1990, 3 april 1990, is het marktaandeel van CD&V virtueel eigenlijk gezakt. Er was alleen nog geen concrete aanleiding om dat verlies om te zetten. Dat is dan gekomen met de dioxinecrisis van 1999. Ik ben ervan overtuigd, moest 3 april niet gebeurd zijn, dan zouden we daar ook niet geraakt zijn. En nadien is er dan ook nog wel altijd een verdere afkalving geweest, naar aanleiding van specifieke aanleidingen enzovoort. Maar au fond was dat altijd door dezelfde oorzaak. Dus in diezelfde trend zijn we, of is een groot deel van CD&V begonnen met een nieuwe gewoonte of een nieuwe normaal van niet meer op te komen voor haar eigen kernwaarden en is ze op de duur verleerd hoe dat ze haar eigen identiteit moet verdedigen en dan leidt dat tot het verleren van wat uw identiteit is
Of door de nieuwe instroom die daarin niet voldoende opgeleid wordt, dat zij dat niet meekrijgen. Ja, dat is eigenlijk een hellend vlak. Nu, die afkalving doorheen de jaren werd gevoeld. Maar er was altijd de gedachte van, ja, maar ja, dat is een verouderd en afstervend kiespubliek. Als we ons vergelijken met traditionele partijen, die doen dat ook allemaal. Plus CD&V zat er eigenlijk, moet je niet vergeten, tot 19, zaten wij in de afkalving nog altijd een heel stuk boven de SPA toen nog en de Open VLD. En dan was er ook nog de gedachte van de slingerbeweging. Ja, nu gaat het iets slecht, dan gaat het weer goed, ja, daar heeft niemand vat op. Laissez-faire, laissez-passer. Nu, dan kwam de sense of urgency met de schok van 2019 en dat is ook wanneer wij begonnen zijn. Dus nu hebben we al gezien wat we hoort te doen, wat we niet meer doen en hoe dat wij het gaan proberen te verhelpen. Dus vanuit onze mission statement proberen wij een beetje informatie bij in te brengen. Ik had er straks al gezegd van, dat we Geert Janssens bijvoorbeeld hadden uitgenodigd. We proberen gewoon de informatie te vergaren zodanig dat toekomstige kandidaten, maar ook kiezers, zou kunnen zien van, ja, maar ja, centrum rechts, oké, goed, wat is dat dan? Of, allee, dan is er tenminste een beetje ammunitie beschikbaar voor die verkiezing. En ook proberen wij thema's binnen de partij uit te werken, dus die traditionele centrum rechts zijn, en bespreekbaar te maken of bespreekbaar te houden, omdat dat soms bepaalde thema's een beetje moeilijker liggen. Zowel binnen een partij als ook binnen een maatschappij. Dat loopt ongeveer zo een beetje samen. En we proberen dan ook de betekenis van de rechte vleugel aan te tonen, zoals dat ik er juist heb toegelicht. Wij werken dan aan de hand van drie pijlers. Ten eerste overleg met onze partij, dus binnenin, met de structuren, met de voorzitter. Wij proberen met alle met afdelingen die eventueel geïnteresseerd zijn, proberen echt in dialoog te gaan om het positieve verhaal te brengen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor hen, te laten zien van... Volgens ons is dit hier een deel van de oplossing. Wij werken ook met eigen publicaties. We hebben al publicaties gehad in Tertio, in De Standaard, Doorbraak. Enfin, daar hebben we wat publicaties. We doen dat ook op sociale media, onze eigen posts, wanneer dat we ze niet, bijvoorbeeld niet gepubliceerd krijgen of wanneer dat we zelf toch nog net iets nuttiger vinden dan misschien niet 100% actueel is. Dat hangt ook dikwijls vast mee gepubliceerd geraakt. En met externe sprekers. Wij nodigen er normaal gezien ongeveer op maandelijkse basis uit. Nationaal, maar ook internationaal. Dus dat is ook het stuk Vlaanderen in Europa. We proberen echt wel die open maatschappij te vertegenwoordigen. Onze doelstelling is dus zichtbaarheid geven aan ons centrumrechts verhaal en aan de vertegenwoordigers die dat nu al aanwezig zijn, maar misschien ook in de toekomst wel zullen worden. En wij proberen dat, zoals ook in de uitnodiging stond, te realiseren tegen 2024. Dus dan is nog eens een hele reeks van verkiezingen overal. En voor CD&V zal dat zeker van belang zijn, omdat de gemeenteraadsverkiezingen na de federale, Vlaamse, Europese verkiezingen zijn. En dan is het toch wel van belang aan die lokale afdelingen om te laten zien van, kijk, CD&V Nationaal is er nog, wij stijgen misschien terug wel, zodanig dat die lokale afdelingen nog altijd de moed en het optimisme hebben om onder CD&V op te komen. En hiermee, dus met al die informatie en een beetje het positieve terug daarin te brengen, proberen we dus ook de centrumrechtse kandidaten en ook de kiezer te herwinnen. Ik zeg wel degelijk herwinnen, omdat wij er ook van uitgaan dat degene die CD&V verlaten hebben, ten eerste niet echt zullen gevonden hebben wat dat ze zochten, dat het gewoon verdwenen was uit het politiek spectrum, en dat die wel ten tweede kunnen terugkomen, dus dat die niet voor eeuwig verloren zijn. Dus wij proberen de centrumrechtse vleugel opnieuw strijdvaardig te maken en te laten zien dat het een positief verhaal is met een stralende toekomst voor iedereen. Dank u wel.
Dat is een bondmasker. Dat is voor mij hier. Oké, goedenavond iedereen. Eerst en vooral dank aan de KVHB voor de uitnodiging. Het is de eerste keer dat ik de mogelijkheid krijg om voor een studentenpubliek te spreken. Dus ik ben zeer vereerd en ik hoop van jullie hetzelfde. Ik zal mezelf misschien even kort voorstellen. Mijn naam is dus Jan Bostijn. Ik ben ook een student van deze universiteit. Ondertussen meer dan 20 jaar geleden heb ik hier economie gestudeerd eerst. Het laatste jaar van die studies ben ik ook op Erasmus geweest in Spanje. Dat was toen nog volledig in Spaans. Ik geloof tegenwoordig dat dat steeds meer allemaal in het Engels is. En daarna ben ik naar China vertrokken. Heb ik eerst een jaar Chinees gestudeerd in Wuhan. Dat was toen nog een onbekende stad. Ondertussen denk ik een stad waar iedereen wel al eens van gehoord heeft, jammer genoeg. Daarna ben ik nog even teruggekeerd om nog een bachelor sinologie bij te doen. En dan opnieuw vertrokken naar China, daar in totaal 6 jaar gewoond. Eerst om verder Chinees te studeren, want dat was voor mij een soort fascinatie die ik had voor dat land, maar toch ook wel de indruk al toen van oké, dit is waarschijnlijk wel een land dat de komende 20 jaar aan belang zal winnen. En nu, 20 jaar later, beklaag ik mij die keuze zeker niet als we zien welke rol China speelt op het wereldtoneel. Ik heb toen in China een bedrijfje opgericht, de Hutong School heette dat. Dat was eigenlijk een taalschool die programma's organiseerde voor voornamelijk Europese studenten om in China stage te gaan lopen of de Chinese taal te gaan leren. Om eigenlijk een manier te bieden aan mensen van hier die nieuwsgierig waren naar dat vreemde, onbekende China. Om eigenlijk een mogelijkheid te bieden op vrij flexibele wijze een paar maanden om China zo te leren kennen. Nu, 2008 ben ik toen teruggekeerd naar België. Heb ik een MBA gedaan bij Vlerik en daarna een totale andere carrièrewending gedaan. Een paar jaar in consulting gewerkt bij Ernst & Young. Maar dat beviel mij toch veel minder dan wat ik in China deed. En dan toch weer terug in het China-verhaal gerold. En eigenlijk vooral business development gedaan dan voor de school in China. Om over verschillende Europese landen mensen te trekken om naar China te gaan. De laatste jaren heb ik dan ook een paar jaar lesgegeven aan de Thomas More Hogeschool in bedrijfskunde. En nu nog meer recent, sinds een paar jaar ben ik verhuisd naar Brussel. En daar geef ik nu les in het middelbaar onderwijs om mijn steentje bij te dragen aan het lerarentekort. Geef ik les in een school in Molenbeek en daar geef ik Engels en aardrijkskunde. Met de bedoeling ook, of in de hoop ook, dat dat enigszins combineerbaar is met politiek. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat leraars weinig werken, want ik merk dat dat toch heel intens is. Maar deze week bijvoorbeeld is de vakantieweek, is de krokusvakantie, dus dat maakt het voor mij ook iets makkelijker om bijvoorbeeld aan dit soort events deel te nemen. Nu, genoeg over mijzelf. Ik wil jullie vandaag wat vertellen over Vista. Het is natuurlijk ook wel een speciale periode, moet ik zeggen. Ik bedoel, een paar dagen geleden is Oekraïne net binnengevallen door Rusland. We hebben voor het eerst eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, maar dat is niet echt waar, want we hebben natuurlijk de oorlog in Joegoslavië gehad, maar toch wel voor het eerst dat we terug zelf eigenlijk een zekere dreiging voelen. Die was er natuurlijk in de Koude Oorlog, maar die hebben wij allemaal niet echt bewust meegemaakt. Dus dat is wel toch een bijzonder moment. Ik denk dat dat ook voor jullie allemaal van belang is. En dan bedoel ik niet alleen omdat Oekraïne en Rusland de graanschuur van Europa zijn en dus de bierprijs waarschijnlijk omhoog zal gaan. Ik denk dat de implicaties iets belangrijker zijn dan dat alleen. Het tweede element is natuurlijk de coronacrisis, waar we nu toch al 2 jaar in zitten, waar we nu het gevoel wel hebben van oké, die begint eindelijk naar de achtergrond te verdwijnen. Maar ook daar denk ik dat we nog niet helemaal door zijn om iets dat nu in Hongkong aan het gebeuren is. En ik denk dat dat eigenlijk aan iedereen's aandacht ontsnapt is. Maar China is eigenlijk het enige land tot nu toe dat erin geslaagd is om echt een zero-covid-policy te behouden. En dat deden ze ook in Hongkong. Maar nu is het in Hongkong plots volledig uit controle. Niet meer onder controle. En dat betekent dat de kans dat de gevallen steeds meer gaan doorcijpelen en in China steeds groter wordt. En dat is een gigantisch probleem, want China heeft de hele fase die wij de afgelopen 2 jaar hebben doorgemaakt, nog niet doorgemaakt. Iedereen is daar gevaccineerd, maar die vaccins werken niet goed. En dat zien ze nu in Hongkong. Het gezondheidssysteem wordt daar compleet overrompeld. En dat is wat China ook te wachten staat als zij de grens open doen. Maar als zij de grens niet open doen, ja, dan evolueren we natuurlijk steeds meer naar een beetje het idee waar mensen voor bevreesd zijn dat we in een soort bipolaire wereld terechtkomen. Dat je aan de ene kant Rusland en China hebt, die om 2 verschillende conflicten eigenlijk elkaar vinden. En daar tegenover staat dan het Rijke Westen. Dus dat is toch wel een bijzondere internationale context waar dat we voor staan. En daarnaast is er de nationale context in België. Jullie hebben het allemaal gevolgd de afgelopen jaren. Dit land zat bijna 2 jaar zonder een volwaardige regering.
Ja, echt goed kan je dat toch niet noemen als je kijkt wat er allemaal gebeurt overal ter wereld. We hebben dat ook gezien bij de coronacrisis, dat ons land initieel daar absoluut niet tegen opgewassen was. Uiteindelijk is er dan een regering gekomen, die is er nu ongeveer 1 jaar. En op dat 1 jaar hebben we eigenlijk alleen maar gezien dat die regering het nergens over eens is. En dat de enige reden dat die regering gevormd is, is dat men geen verkiezingen wilde. En waarom zeg ik dat? Om toch het belang te onderstrepen van de verkiezingen die eraan komen in 2024. Want eigenlijk hadden die verkiezingen al veel eerder moeten plaatsvinden. Maar is men erin geslaagd om die uit te stellen? Maar gelukkig in een democratie, anders dan in Rusland of in China, kan je verkiezingen niet eeuwig uitstellen. En vroeg of laat komen die, en ter laatste dus in 2024. Dus het wordt toch wel een belangrijk jaar. En het is ook in die context dat we een aantal maanden geleden Vista officieel hebben opgericht en ook publiek gemaakt. En dat is eigenlijk ontstaan. Ik ga nu eerst even uitleggen misschien hoe en waarom Vista ontstaan is. Daarnaast geef ik u een idee over wat onze ambities zijn. En tot slot ga ik nog wat toelichten op welke thema's wij vooral willen inzetten. Dus eerst misschien het ontstaan van Vista. Waarom? Waarom hebben wij Vista gecreëerd? En nog een politieke partij erbij. Zijn er nog niet al genoeg? Is eigenlijk, zou ik zeggen, een samenloop van 3 vaststellingen. Een eerste vaststelling is dat in Vlaanderen, maar niet alleen in Vlaanderen, eigenlijk over heel Europa, extreme politieke partijen steeds meer wind in de zeilen hebben. En we zien dat in Vlaanderen heel duidelijk, met aan de ene kant Frans Belang en aan de andere kant PvdA, die eigenlijk alle twee heel succesvol zijn. Dat heeft met een aantal factoren te maken. En één daarvan is zeker de manier waarop zij ingezet hebben op sociale media, veel succesvoller dan traditionele partijen, zoals bijvoorbeeld de CD&V, als ik dat mag zeggen. Maar ook met de algoritmes van die sociale media zelf, die er eigenlijk voor zorgen dat extreme standpunten hoger scoren dan meer genuanceerde standpunten van bijvoorbeeld de CD&V. Dus daar zit ook wel echt een dynamiek achter ook die ervoor zorgt dat die partijen steeds sterker worden. Maar tegelijkertijd geloof ik absoluut niet dat dat de partijen zijn voorstellen oplossingen kunnen aanbrengen die onze samenleving nodig heeft. En ze worden ook niet uitgedaagd daarin. Ze kunnen roepen wat zij maar willen. Ze weten toch dat ze nooit echt bestuursverantwoordelijkheid zullen moeten opnemen. Dus of wat zij voorstellen effectief mogelijk is in de praktijk, dat doet er niet toe. Dat maakt er natuurlijk voor heel veel kiezers aantrekkelijk, omdat dat nooit getest wordt. En dus dat is een eerste vaststelling. Een tweede vaststelling is dat de centrumpartijen, en daar reken ik CD&V absoluut bij, dat wij daar duidelijk niet tegen opgewassen blijken. Ik denk dat zij alle 3 aan een aantal slijtage-kenmerken leiden. Ik denk dat ze ook alle 3 gebaseerd zijn op ideologieën die duidelijk uit de 19e eeuw stammen, die gebaseerd zijn op hoe de samenleving toen gestructureerd was, ook hoe die in de 20e eeuw gestructureerd was rond die 3 grote zuilen. Maar die zuilen die zijn ondertussen volledig afgebrokkeld en verdwenen. Voelen jullie duidelijk tot de katholieke zuilen altijd, denk ik. Weinig gelaten, prima voor jullie, maar als je kijkt naar de grote meerderheid van de jongeren vandaag en je zou hen vragen, ben jij opgegroeid in de socialistische, liberale of christendemocratische zuil? Ik denk dat er veel een beetje kijken van ten eerste wat is een zuil en ten tweede wat zijn die 3 begrippen. Dus daar zie je dat de samenleving toch enorm geëvolueerd is. Maar meer specifiek denk ik dat die 3 partijen ook elk eigenlijk aan een heel dieper probleem leiden. En dat is verschillend voor de 3. Bij de liberalen heb ik het gevoel dat het grootste probleem geweest is het opportunisme. Niet alleen op vlak van postjes, dat zien we vandaag nog altijd, maar evenzeer op vlak van bereid. Als je ziet welke bochten iemand als die dat vlak had gemaakt heeft om eerst met een donkerblauw discours voorzitter te worden, om dan ja, in Vivaldi coalitie te komen die allerminst donkerblauw is, dan kan je daar toch wel vragen bij stellen. Je kan wel eens een bocht nemen in de politiek, maar als je bochten neemt aan het tempo van de VLD, dan denk ik wie daar nog in het blauwe busje zit, die is ondertussen potsmisselijk, als al niet zijn uitgestapt. Dus, de Christendemocratische Partij, met alle respect voor het initiatief die u ook neemt, maar zelf in uw presentatie vond ik dat af en toe iets te veel daalde in nostalgie. Nostalgie naar het grootste verleden van de partij zelf, toen ze nog 30-40% aan het werd aangehaald, 1990. De partij nog de echte onbetwiste bestuurspartij van Vlaanderen was. Ja, die tijd is voorbij, maar tegelijkertijd een soort nostalgie ook naar zo'n gevoel, een samenleving die ook niet meer bestaat. Als ik denk aan het kerstmanifest van meneer Koens, de nabijheid en zo verder, ik begrijp die reflectie, ik begrijp dat hunkeren, maar ik denk dat die samenleving veranderd is en dat je daar niet kan terugkeren. Dus daar denk ik bij CD&V is het klassieke of hoofdprobleem nostalgie. We kunnen daar straks over discussiëren of jij dat ook zo ziet.
En bij de socialisten, in zekere zin in de transformatie van een partij, staan ze denk ik het verst. Omdat ze tenminste een soort rebranding gemaakt hebben. Maar dat is meteen ook het probleem van die partij. Het gaat om rebranding. Maar er is geen nieuwe ideologie, er is geen nieuw socialisme. Het enige wat ik zie is een soort centersocialisme, een feel-good socialisme, pret-socialisme, waar eigenlijk alles opgelost kan worden door gewoon meer geld te geven. En we noemen dat dan investeringen. En dan is plots alles oké. Dus we gaan de lonen verhogen, we gaan investeren in de zorg, we gaan investeren in pensioenen. Ik denk dat mensen ook wel aanvoelen op het einde van de rekening, op het einde van de rit liever, als de rekening niet klopt, ja, dan ben je met die investeringen niet zoveel. Dan heb je vooral heel veel geld uitgegeven en ga je het finaal toch weer moeten terugnemen van de mensen. Dus daar denk ik dat er toch een zekere ideologische leegte zit. Dus dat zijn twee elementen, die sterke extremen, de zwakke centrumpartijen. En een derde vaststelling voor ons was dat er eigenlijk op dit moment al een hele tijd in het Vlaamse politieke landschap geen partij meer is die een combinatie maakt van enerzijds een meer progressief wereldbeeld met toch ook wel een duidelijke overtuiging dat we moeten evolueren naar meer Vlaamse autonomie. Vroeger had je de Volksunie, dat was een vrij brede partij die met zowel de linker als de rechtervleugel wat meer conservatief, meer progressief. Jullie kennen de geschiedenis, die is uiteengespat. Er was op een gegeven moment N-VA en Spirit. Initieel was Spirit zelf vrij succesvol, heeft zich dan volledig zijn ziel verkocht aan de socialisten, teloor gegaan, en de N-VA heeft zich wel succesvol kunnen ontwikkelen. Dat is een evolutie die ondertussen toch al een hele tijd achter ons ligt, en ik persoonlijk voel mij in het huidige politieke landschap politiek dakloos. En ik denk met mij nog wel wat mensen, want uiteindelijk als je het als progressieve Vlaamsgezinde bekijkt, ja, als je eerder progressief ingesteld bent, dan kan je alleen maar terecht vandaag bij partijen die een belgicistische reflex hebben. Zowel vooruit, die altijd eerst kijken wat de PS gaat doen, maar zelf geen enkel idee hebben van waar ze eigenlijk met België naartoe willen. De Groenen, die altijd vragen wat Ecolo wil doen, en die door Ecolo op die manier eigenlijk volledig misbruikt worden, vind ik. En de PvdA, die zelf een soort reactionaire reactie hebben naar een unitair België. Dus als progressief, als ik naar die partijen kijk, dan denk ik, ja, daar hoor ik niet thuis. Maar anderzijds, als Vlaamsgezinde, dan kijk ik naar de Vlaamsgezinde partijen en dan stel ik vast dat ik verplicht ben, ofwel eerder conservatief te stemmen, wat ik mij niet voel. En dat is geen enkel probleem met het conservatisme, ik kom daar later nog terug op. Maar ik voel me niet conservatief, ik voel me ook niet rechts. Ik voel me zeker niet radicaal rechts. En zeker het radicaal rechtse Vlaams nationalisme zoals we het hebben, met af en toe ook nog een paar ranzige opmerkingen erbij. En tegenwoordig moet er dus af en toe zelf een soort Poetin-adoratie bijnemen. Daar pas ik ook voor. Dus als we die drie zaken samenzetten, dan kwamen wij tot de conclusie, er is nood aan een nieuwe partij. Wij, wie zijn dat? Dat is een kleine groep mensen die elkaar daarin gevonden hebben, zoals het denk ik 150 jaar geleden misschien gebeurde toen een partij werd opgericht. Dus dat je op een gegeven moment tot de vaststelling komt van oké, wij zitten hier toch met gelijkaardige ideeën, maar wij kunnen die ideeën niet kwijt in het huidige politieke landschap, dus laten we gewoon zelf iets beginnen. Nu, dat is een enorme grote opdracht, een enorm moeilijke opdracht. Maar op een gegeven moment kom je gewoon tot de vaststelling van oké, ofwel blijf je erover babbelen onder elkaar, schrijf je af en toe een columnpje, probeer je zo wat de debatten beïnvloeden, ofwel probeer je het gewoon, spring je en ga je ervoor. En dat is waar we nu staan, dat is wat we 3 maanden geleden gedaan hebben door met Vista effectief naar buiten te komen. Nu, wat zijn dan de ambities van zo'n kleine nieuwe partij die op dit moment nog altijd niet heel veel voorstelt? Zoals ik zei, dit is de allereerste keer dat ik ook voor een groep studenten kom spreken. Onze ambitie is wel degelijk om in 2024 deel te nemen aan zowel de Vlaamse, federale, Brusselse als lokale verkiezingen. En natuurlijk, in het Belgisch systeem is het zo, als je echt iets wil betekenen, dan moet je over een kiesdrempel. Die is 5%. Dat is redelijk hoog. Op Vlaams niveau hebben we dat bekeken, komt dat overeen. Ik weet niet of iemand een idee heeft hoeveel stemmen dat ongeveer zijn. Kom je toch wel snel op 250.000 stemmen. Dus wij moeten 250.000 Vlamingen overtuigen van het feit dat Vista wel degelijk een plaats verdient in het politieke landschap. Ik hoop dat er hier 20 zitten, maar laten we eerlijk zijn, de kans dat die hier zitten is waarschijnlijk iets kleiner. Ik speel er niet meteen een thuismatch, maar geen enkel probleem. Wie weet dat ik jullie toch allemaal kan overtuigen. Hè? Dus dat is heel ambitieus. En de vraag is, ja, hoe gaan we dat doen? Wel, op 3 manieren. Van onderuit, van bovenaf en dankzij sterke mensen. Ten eerste van onderuit hebben we eigenlijk gekeken bij de verkiezingen van 2018, de lokale verkiezingen, dat eigenlijk in elke provincie, in heel veel gemeenten, al allerlei onafhankelijke lijsten ontstaan.
Wat ik daaruit afleid is eigenlijk dat die aantrekkingskracht van de traditionele partijen op nationaal niveau, op Vlaams niveau, nog wel bestaat, alhoewel dan duidelijk is dat ze daar ook afkalft, maar dat die op lokaal niveau nog veel sneller afbrokkelt. Waarom? Omdat het voor mensen ook veel makkelijker is om op lokaal niveau een eigen initiatief te starten, want daar zit je niet met die grote drempels van de partijfinanciering die ook nog terugkomt. Dus dat is het eerste iets. We zijn aan het kijken nu over heel Vlaanderen contact aan het leggen met al die lokale lijsten, die enigszins aansluiten bij ons ideeëngoed natuurlijk. Er moet wel een progressieve insteek in zitten. En op basis van een eerste analyse zien we dat daar toch een potentieel ligt van ongeveer 2%. Dus dat is een eerste stap. Een tweede is natuurlijk dat we een sterk overkoepelend platform willen creëren waar die lijsten dan ook kunnen op inschakelen om samen mee te schrijven aan dat Vista-verhaal, maar toch hun lokale autonomie behouden. Iets wat trouwens in de traditionele partijen vaak heel moeilijk is. Hè. Daar krijg je vaak het regionaal of het provinciale bestuur die gaat bepalen in welke gemeente, welke coalitie al dan niet toegelaten is. Wij willen dat op een andere manier doen. Elke lokale afdeling moet daarin volledig autonoom kunnen beslissen. Dus dat is een eerste iets, dat lokale niveau. Het tweede, die laag daarboven. Daarvoor is natuurlijk een sterke organisatie nodig. Daarvoor zijn veel middelen nodig. Daar zijn we op dit moment ook mee bezig. Het wordt ons natuurlijk niet makkelijk gemaakt. Hè. De bestaande partijen die keren zichzelf elk jaar 73 miljoen ondertussen, denk ik, euro uit. CD&V krijgt daar ook een mooi bedrag van. U persoonlijk waarschijnlijk niet. Hè. Zeker niet nu je met stuurboord begint. Maar dat is toch wel een probleem, daar kom ik straks nog op terug ook. Maar goed, het is duidelijk dat een sterke, overkoepelende Vlaamse organisatie belangrijk is. En een derde iets is natuurlijk mensen, figuren. Hè. Politiek vandaag draait op bekende figuren. Daar lopen er allerlei gesprekken, zowel met mensen binnen de politiek, zowel met mensen uit de journalistieke wereld, de academische wereld. Maar ik moet u nu al zeggen, die gaan niet voor 2023-2024 naar buiten komen. De eenvoudige reden dat zij daar eigenlijk op dit moment niks mee te winnen hebben. Als ze dat nu doen, dan bemoeilijken ze hun job. Als ze bijvoorbeeld journalist of academicus zijn. Als ze al binnen partij zitten, dan maken ze het zichzelf ook onmogelijk. Dus dat is een proces waarvan ik weet dat gaat nog even duren, maar de gesprekken lopen. En ik weet dat het fundamenteel is voor ons tegen 2024, dat we een aantal van die figuren kunnen overtuigen om mee Vista op de kaart te zetten. Dus dat is kort gezegd wat onze ambitie is naar 2024 toe. Gaan we die kiesdrempel halen of niet? Ik kan dat natuurlijk niet zeggen. Ik heb geen glazen bol. Is het mogelijk? Zeker. Gaat het gebeuren? Dat zullen we zien. Maar ik denk in het huidige landschap dat het eigenlijk ook niet noodzakelijk is om per se die kiesdrempel te halen. De versnippering is nu al zo totaal. Er zit met Vivaldi zit je vier partijen die ja, om en bij de 10% zitten. Soms een keer wat meer, soms er bijna onder. Ik denk zeker voor de traditionele partijen, wanneer die in bepaalde peilingen onder de 10% gaan komen, dat daar echt een existentiële crisis gaat losbarsten. En als dat het resultaat is in 2024, en dat is omdat Vista 2 of 3% gehaald heeft, dan vind ik dat wij ook een nuttig initiatief waren. Ook al hebben wij dan geen enkele verkozenen, dat zou jammer zijn, maar ik denk dat wij ook zonder verkozenen een grote impact kunnen hebben in het versnipperde politieke landschap, zoals we het nu al zien. Ik kan mij moeilijk inbeelden dat een partij als de VLD of de CD&V, indien die minder dan 10% halen in 2024, dat die beslissen, Vivaldi bis, no problem, we gaan gewoon verder. Dat lijkt mij moeilijk. Ik kan mij vergissen, want ik heb al veel gezien van die partijen waarvan ik dacht dat ze het nooit zouden doen. Dus wie weet, maar ik heb er toch hoop op dat als dat gebeurt, dat men daar toch ook tot andere inzichten komt. En dat we op die manier eindelijk dan toch naar een soort herverkaveling van het landschap gaan. En daar wordt over politicologen al heel lang over gesproken, maar uiteindelijk, zolang die partijen allemaal op een berg geld zitten, heb ik niet het gevoel dat ze dat uit zichzelf gaan doen. Maar ik denk met druk van onderuit dat er op een gegeven moment wel een kentering kan komen. Dus dat is wat betreft de ambities van Vista. Nu, waar willen wij met Vista vooral op inzetten? Vista, kort gezegd zou ik zeggen, is een progressieve, regionalistische, een pragmatische hervormingspartij. Dat zijn een aantal woorden. Progressief voor mij betekent inderdaad vooruitstrevend. Maar voor mij staat dat niet per se tegenover conservatief. Voor mij is dat complementair met conservatief. Ik denk de wereld is constant in verandering. Dat zien we vandaag ook. Wat er gebeurt in Oekraïne, de coronacrisis, de wereld verandert constant. En dan heb je twee mogelijke houdingen daar tegenover. De conservatieve houding die gaat eerder kijken van oké, in die grote woelige verandering, wat moeten we zeker behouden? En ik denk dat dat een zeer waardevol en nuttig perspectief is.
Een progressief ingesteld mens gaat eerder kijken, oké, er zijn zoveel grote veranderingen, wat moeten wij veranderen om ons daar te kunnen aan aanpassen? En dat is ook een noodzakelijk perspectief. Dus ik denk dat die twee niet per se tegengesteld zijn, maar vooral complementair kunnen zijn. Regionalistisch denk ik dat dat vrij duidelijk is. Maar ik moet dat toch een beetje toelichten, omdat dat vaak verward wordt met nationalistisch. Zeker als je het verbindt met het Vlaamse. Regionalistisch betekent voor ons dat je van onderuit je maatschappij gaat opbouwen. En dus regionalistisch betekent niet alleen op het Vlaamse niveau. Nee, je begint op het gemeentelijk niveau. En je past inderdaad het subsidiariteitsprincipe toe, dat ook bij CD&V bestaat. Maar dat je heel nauwgezet begint op het laagste niveau en enkel bevoegdheden gaat overdragen naar hogere niveaus, als daar een goede reden voor is. Regionalistisch is niet hetzelfde als Vlaams-nationalistisch of nationalistisch. De PS bijvoorbeeld staat bekend als een regionalistische partij. Maar niemand zegt dat PS-nationalisten zijn. Alleen als je als Vlaming zegt, ik ben regionalist, dan moet je meteen verdedigen en zeggen, jij hoort ongetwijfeld tot die kliek Vlaams-nationalisten en dat is heel gevaarlijk. Nee, ik denk nationalisme is een filosofie die ervan uitgaat dat alles kan opgelost worden als je maar de natie kan vormen. Alle oplossingen voor alle problemen liggen vervat in de natie. Dat lijkt mij toch iets te simplistisch en iets te gemakkelijk. Het regionalisme is eerder iets dat uitgaat van je moet proberen altijd die bevoegdheden zo dicht mogelijk bij je eigen bevolking te houden, bij je basis. En soms ben je ertoe gedwongen om zaken over te dragen, maar dan moet je dat doen dat daar een goede rationale voor is. Bijvoorbeeld schaalvoordelen, samenwerking op Europees niveau. De vraag is natuurlijk, ja, dat Belgische niveau dat daar een beetje tussen zit, kan dat nog ergens toe dienen? En dat is iets waar wij zeker voor openstaan. Maar wat moet bekeken worden van onderuit? En niet van een soort Belgiciste reflex van België moet absoluut bestaan. Ja, misschien, maar als daar geen enkele goede reden voor is, dan zou ik niet weten waarom het zou moeten bestaan. Dus daar denk ik dat je toch met een open blik moet naar kijken. En die zie ik niet vandaag. Ik zie die niet bij de Vlaams nationalisten, die ervan overtuigd zijn, België moet sowieso verdwijnen. Maar ik zie die ook niet bij de Belgicisten, die kost wat kost, ergens op een of andere manier België willen een bestaansreden geven, ook als die er misschien niet is. Dus daar denk ik dat ons regionalisme toch een iets pragmatischere benadering is. En dat pragmatisme, denk ik, zie je ook in het feit dat wij ons niet verbinden aan een van die drie grote filosofieën of politieke strekkingen uit het verleden. Wij zijn nog liberaal, nog socialistisch, nog christendemocratisch. Ik denk dat dat een indeling is van de maatschappij zoals die bestond in de 19e eeuw en de 20e eeuw. Maar dat de problemen waar we mee te maken hebben in de 21e eeuw, dat die drie insteken daar niet meer geschikt voor zijn. En dat je moet gaan naar een combinatie van die drie en een veel pragmatischere manier om problemen te benaderen. Dan kom ik bijvoorbeeld straks terug op de kernuitstap. Is dat liberaal, socialistisch of christendemocratisch om kerncentrales al dan niet te sluiten? Ik denk dat die ideologieën daar eigenlijk niks over zeggen. Dus dat je veel pragmatischer die problemen moet gaan bekijken. En tot slot zei ik hervormingspartij, omdat wij wel degelijk ervan overtuigd zijn dat er in België toch wel en in Vlaanderen een aantal terreinen zijn waar absoluut dringend hervormingen nodig zijn. Het allereerste daar, denk ik, is het partijpolitieke systeem as such, de partijfinanciering. 73 miljoen per jaar voor partijen die op die manier eigenlijk een eigen kartel kregen. Die zeggen, kijk, wij zijn de partijen die er moeten zijn, wij geven onszelf elk jaar geld. Als er nieuwkomers zijn, jullie zoeken het maar uit, jullie krijgen niet 1 euro. Vind ik een vreemd systeem. Niet alleen daarom, we zijn dus aan het kijken ook of daar misschien toch juridische actie tegen mogelijk is. Want 73 miljoen, wat doen die partijen daarmee? We hebben het gezien recent in de Europese statistiek over de bestedingen op Facebook. Vlaamse partijen overal in de top. Maar Vlaanderen is een minime regio in Europa. En toch hebben onze partijen het meest geld om aan Facebook te besteden. Daar klopt iets niet. Dus dat bedrag is volledig disproportioneel geworden. Je ziet het alleen op Facebook trouwens, je ziet het ook aan alle dure recepties en feestjes die partijen toch nog organiseren in coronatijden. Maar je ziet het ook bij Vooruit bijvoorbeeld, dat ondertussen een eigen kledinglijn heeft. Bon. Ik denk niet dat de wetgever ooit bedoeld heeft dat daar partijfinanciering voor binden. Dus ik stel mij dat vragen, het lijkt totaal disproportioneel. Een tweede punt is dat het ook discriminatoir is. Want zoals ik zei, bestaande partijen die krijgen dat geld, maar als je als nieuwe partij deelneemt aan verkiezingen. Je haalt 100.000 stemmen, je haalt geen zetel. Je moet eerst al je campagne voeren met eigen geld. Maar zelfs als je 100.000 kiezers overtuigt, krijg je nul. Dus dat betekent dat er een discriminatie is tussen kiezers. Als je stemt voor een partij die in het parlement geraakt, dan is je stem geld waard. Als je stemt voor een partij
die finaal niet in het parlement geraakt, dan is zijn stem geen geld waard. Dat is toch vreemd? Je zou denken dat elke stem evenveel waard is, niet alleen bij de verdeling van de zetels, maar ook voor de financiële implicaties. Het is een beetje raar om te zeggen, een politieke partij is enkel van belang als ze in het parlement zit. We zien elke dag, we zien het hier vanavond, dat er ook partijen kunnen zijn die niet in het parlement zitten, die misschien toch iets te vertellen hebben. Waarom zouden die dan geen financiering krijgen? Dus dat is een heel, heel vreemd iets. En ten derde, het is ook gewoon prohibitief op dit moment. Hè. Als je ziet welke verdragen wij moeten tegenopboksen van andere partijen, dan voel je dat dat leidt tot die kartelisatie van het politieke landschap en dat je als nieuwe partij daar ook heel moeilijk door geraakt. We gaan het ook proberen, maar we gaan het ook juridisch aanvechten omdat dit volgens ons niet klopt. Dus dat is een eerste domein waar volgens ons hervormingen nodig zijn. Die hele particratie, dat is trouwens een ander element daarvan, door die grote financiering in de partij, is iedereen eigenlijk gebonden aan de partijtop en krijg je een parlement dat op geen enkele manier nog kritisch is tegenover de eigen partij. Onafhankelijk of ze in de oppositie zit of de meerderheid, iedereen volgt. Dat is niet de bedoeling van het parlement. Dus dat is een eerste domein. Een tweede domein zijn een aantal verschillende domeinen, denk ik, waar een meer progressieve nieuwe wind nodig is. Een eerste thema daar is energie, waar we heel duidelijk een petitie gelanceerd hebben, ook voor het openhouden van de kerncentrales. We zien dat daar eigenlijk de progressieve vleugel, ja, zou ik zeggen, in een soort valkuil gevallen is van de groenen, die consuminderen preken en die de mens als een soort oorzaak van alle kwaad zien en die het niet meer geloven in het menselijk vernuft, die niet meer geloven in de kracht van de menselijke innovatie om problemen die we nog gaan hebben in de toekomst opnieuw te overwinnen. Nee, die denken, nee, het is allemaal de fout van de mens, dus we moeten minder gaan consumeren. Ja, dat is makkelijk gezegd als je well-off bent. Maar ik heb jaren in China gewoond. Ja, er zijn heel veel mensen die daar gewoon nog in armoede wonen op het platteland. Ga maar eens gaan vertellen, u moet minder consumeren. Dat werkt niet. En zelf hier werkt dat niet. Ik denk dat er van de bevolking 10 of 20% bereid is om uit eigen beweging minder te gaan consumeren. De overgrote meerderheid wil dat niet. Dus dan heb je innovatie nodig. Dan moet je inzetten op die innovatie. Daar hoort voor ons kernenergie bij. Niet alleen nu tijdelijk om die centrales open te houden, maar ook naar de toekomst toe, zoals de buurlanden trouwens doen, in te zetten op nieuwe technologie, nieuwe innovatie. En zeker in het licht van de huidige geopolitieke crisis met Rusland is dat voor mij een no-brainer. Dus dat een progressieve partij zich daar zo aan mispakt, ik kan daar moeilijk vrede mee nemen. En het sterkt mij des te meer in de overtuiging dat er nood is aan een alternatief als Vista. Maar ook op andere domeinen denk ik dat er nood is aan toch een meer creatieve, innovatieve benadering. Ik denk aan mobiliteit, waar we in het najaar ook met een concreet plan willen komen. Ondanks het feit dat er die coronacrisis geweest is, ondanks het feit dat iedereen jaren thuis gewerkt heeft nu, want ik zeg jaren, het is effectief 2 jaar, zien we dat de files nog altijd even lang zijn als voorheen. En het enige wat de grote burgemeester van Antwerpen kan bedenken is, we gaan ergens nog een gigantische snelweg leggen en dat zal het probleem oplossen. Nee. Ik denk dat er een fundamenteel andere benadering nodig is van mobiliteit. Daar willen wij het najaar ook mee uitpakken. Ik denk daar bijvoorbeeld aan het inzetten van een nieuwe technologie die aan het ontstaan is, die nog niet heel rijp is, maar waar ik denk dat we al kunnen mee experimenteren. Dat is bijvoorbeeld autonoom deelverkeer. Dat zijn wagens die zonder chauffeur bepaalde trajecten kunnen afleggen, die u met een gsm zomaar kan bestellen, die volledig gratis zijn omdat u gepersonaliseerde reclame krijgt. En op die manier kan je revolutie teweegbrengen in het dagelijks, in het openbaar vervoer, zodat openbaar vervoer eigenlijk een soort privévervoer wordt, maar zonder alle nadelen. Je hoeft je eigen auto niet te bezitten, je hoeft geen verzekering te betalen, het is gewoon on demand. Ik denk dat daar moet mee geëxperimenteerd worden. Nu, er zijn nog andere domeinen, ik denk ook aan de gezondheidszorg bijvoorbeeld. De gezondheidszorg bij ons, denk ik, is veel te veel georganiseerd als een soort ziekenzorg. We besteden heel veel geld aan het genezen van mensen. Maar we besteden heel weinig geld aan het inzetten op preventie. Maar ook vooral gezondheidspromotie. Dat is natuurlijk niet altijd een leuke boodschap om mensen te zeggen, probeer gezonder te leven. Maar ik denk dat er heel veel innovatieve manieren zijn dat je mensen daar kan van overtuigen. Als je mensen probeert te overtuigen van minder vlees te eten omdat je denkt dat je daarmee het klimaat redt, dat werkt niet. Dat werkt niet. Dus mensen beseffen dat te veel vlees eten enorme gevolgen heeft voor je gezondheid over de komende 20, 30 jaar. Dan willen mensen, denk ik, daar meer over nadenken. Dus op dat vlak denk ik ook op gezondheid dat er voor ons heel grote mogelijkheden liggen voor onze samenleving, maar dat we daar niet op inzetten.
En dat hangt een beetje samen met het laatste punt, en daar wil ik ook mee eindigen, is de noodzakelijke hervorming van België. Nu, ik denk dat ik op dat vlak wel een thuismatch speel. Ik denk dat iedereen hier ook wel van overtuigd is dat het land, zoals het vandaag gestructureerd is, georganiseerd is, onvoldoende werkt, onvoldoende kwaliteit aflevert, heel veel kost voor middelmatige resultaten. Ik denk dat dat een van de belangrijkste inzetten wordt van 2024. Er zijn een aantal partijen die nu geloven in herfederalisering. Er is die unitaire partij op links die gelooft dat we terug naar een unitair België moeten. Die gelooft dat elke staatshervorming eigenlijk gewoon tijdverlies was. Nee, ik denk dat dat een echt cruciaal debat is dat we in 2024 moeten voeren. En daar willen wij ook als enige progressieve partij duidelijk kiezen voor een verdere decentralisatie van de boekhouding in België. Op welke manier precies? Dat zal door discussies moeten uitgemaakt worden, wat werkt, wat niet werkt. Maar de idee dat je Belgische problemen kan oplossen door ze terug te herfederaliseren, lijkt me heel bizar. Als je ziet wat het parcours geweest is de afgelopen 3 jaar, 2 jaar zonder regering en 1 jaar een regering die nergens, maar dan ook nergens over eens is, dan denk ik nee, dit werkt niet meer. Artikel 35 staat ondertussen als voorlopig artikel... Veel, 25, 30 jaar in de grondwet, is nooit ingevuld. Ik denk dat we daar eindelijk eens werk moeten van maken. En als er iets overblijft op Belgisch niveau, voor ons is dat prima. Dat is niet het punt. Waar het om gaat is hoe zorgen voor zo goed mogelijk bestuur voor Vlaanderen. Welke vorm dat precies is, is dat confederalisme, is dat federalisme, is dat onafhankelijkheid? Voor ons bestaan daar geen taboes over. Maar ik geloof niet in het idee dat je moet zeggen, ons doel is onafhankelijkheid. Hoezo? En als dat leidt tot slechter bestuur, is dat dan ons doel? Lijkt mij vreemd. Dat je zegt, confederalisme, dat is de heilige graal. Dat is het enige model dat kan werken. Oké, maar ben je wel zeker dat het werkt? Of is dat gewoon gegroeid vanuit je Vlaamse nationalistische overtuiging? En hetzelfde voor de Belgischisten. Die zeggen, nee, nee, alles moet terug naar Belgisch niveau. Want anders valt ons land uit elkaar. Ja, maar dat is niet de vraag. De vraag is, hoe zorg je voor zo goed mogelijk bestuur? En dat is denk ik een cruciale inzet van 2024. Hopelijk kunnen wij met Vista wegen op die verkiezingen. Misschien gaan we geen zetels halen, maar ik denk enkel en alleen door ons discours in de markt te zetten dat we hopelijk mogelijk ook een zekere aantrekkingskracht of een bepaalde invloed kunnen uitoefenen op bestaande partijen. Ik dank jullie voor jullie aandacht en uiteraard zijn jullie van harte welkom om eventuele vragen aan ons beiden te richten, denk ik nu, dat is de bedoeling. Dank u wel. Mooie lezing als meneer Smitson. Ja, ik had een vraag voor de heer Bostijn. Om te beginnen, ik vind het een vrij moedig project eigenlijk, om de kiesdrempel proberen te halen. Maar ik vraag me af, stel, het lukt niet. In 2024, betekent dat dan het einde van Vista? Of zien jullie op lange termijn een alternatief project voor Vista ook, wanneer jullie geen volksvertegenwoordigers kunnen brengen in de Kamer? Maar ik denk dat elke partij na elke verkiezing aan een evaluatie doet. Dat is voor de CD&V zeker niet anders geweest. Daar werden zelf 12 apostelen aangesteld. Bij ons gaan we niet met 12 apostelen werken. Daar kan ik u al garantie over geven. Maar ik denk, zoals ik daarnet zei, zelf als je maar 2 of 3% haalt, kan je een impact hebben op het politieke landschap. En dan hangt er voor mij veel af wat gebeurt er na die verkiezingen van 2024. Want ik kan toch echt wel zien dat wanneer bepaalde partijen onder de 10% zakken, ik zou ook niet uitsluiten dat er misschien een partij is die onder de kiesdrempel zakt, ja, dan krijg je plots een hele beweging in het politieke landschap. Heel veel mensen die dachten dat ze verkozen zouden zijn, zijn niet verkozen. En moeten ook hun eigen politieke carrière gaan herdenken. Dus ik denk zelf als wij niet de kiesdrempel halen, maar toch een sterk verhaal neerzetten, dat wij na de verkiezingen opnieuw heel veel nieuwe mensen kunnen aantrekken in dat herkavelde landschap en dat er een nieuw traject kan uitgeschreven worden naar 2029. Cruciaal zal daarbij wel zijn financiering. Dat is opnieuw waarom we ook juridisch willen onderzoeken wat daar mogelijk is, want het huidige systeem zorgt er gewoon voor dat je altijd dezelfde partijen hebt die altijd in hetzelfde rondje blijven draaien en die weten eigenlijk, oké, we verliezen veel stemmen aan extreem links, we verliezen veel stemmen aan extreem rechts, maar finaal, die doen niet mee. Dus wij zitten met ons 4, 5 partijtjes in het midden en misschien gaat er maar 1 afvallen. Hè? Want dat is wat je gaat krijgen, hoogstwaarschijnlijk op Vlaams niveau. Nu heb je nog 3 partijen. Ik denk in 24 is het zeer waarschijnlijk dat je 4 partijen nodig hebt om een coalitie te vormen. Als N-VA niet samen een Vlaams Belang een meerderheid heeft en ze ook gebruikt, heb je 4 partijen nodig. Dat wil zeggen dat er eigenlijk maar eentje afvalt.
Dat is een soort eeuwige levensverzekering. En dan zit je bijna altijd in de coalitie. En nu zit elke partij ergens in een coalitie. Behalve dus Vlaams Belang en PvdA, zit elke partij mee in een regering, mee in een coalitie. Ja, dat is geen goed systeem. Dat voelt iedereen aan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat daar juridische stappen genomen worden om te kijken of daar inderdaad het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt van de grondwet. Dat inderdaad op die manier niet elke stem gelijk is. Dat niet elk politiek initiatief als gelijkwaardig wordt beschouwd. En dat dat moet veranderd worden door de wetgever dan in een nieuwe partijfinanciering. Zoals we 30 jaar geleden die grote omwenteling gehad hebben qua partijfinanciering omwille van grote corruptieschandalen. Denk ik dat er nu een schandaal is van overfinanciering van de partijen, dat er moet toe leiden dat er tot een nieuw systeem gekomen wordt. En hopelijk is dat er na 24. En kunnen we, als we de kiesdrempel niet halen, kunnen we dan daar gebruik van maken. Ja, het is zoals u zei, als u dan nu gaat die mogelijke onontwikkeling gaan aanvragen, dan gaat u er niet meer van proberen over 24, want dat is niet realistisch. Absoluut. Absoluut, maar ik denk dat we op die manier wel druk kunnen zetten. We gaan moeten zien natuurlijk wat juridisch mogelijk is. We zijn dat aan het onderzoeken. Maar ik denk dat heel veel partijen, eigenlijk alle partijen, erkennen het probleem. Elke partij weet, we krijgen dit niet meer uitgelegd. Maar ze krijgen het ook niet hervormd. Een beetje zoals een dokter weet dat hij een tumor heeft, maar hij moet zichzelf opereren. Ja, dat gaat niet. Dus er is ergens druk van buitenaf nodig. Die kan komen, denk ik, van een nieuw initiatief. Die kan ook komen van de rechterlijke macht, die op een gegeven moment zegt, het werkt niet meer. En die kan zeker ook komen van de brede volksgemeenschap, die zegt van, we zijn 2 jaar ver in de coronacrisis, ik heb mijn zaak verloren, ik ben technisch werkloos geweest, ik heb van alles en nog wat mee tegengekomen, en ik zie daar een politieke klasse die op geen enkel moment, op geen enkele manier, ook maar 1 euro heeft moeten inleveren. Integendeel, die zelf recent nog eens de partijfinanciering verhoogd heeft, onder het mom van ze te verlagen. Op een gegeven moment denk ik dat bij de bevolking het gevoel heerst van dit kan niet meer. En dat gebeurt soms op onverwachte momenten. Dat gebeurt door ergens een nieuw schandaal. Maar plots geloof ik dat daar een kentering kan komen, omdat er gewoon een fundamenteel probleem is. Dat kan niet blijven bestaan. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ook nog voor meneer Moestuin. U sprak ergens in het begin over dat u ook uitkijkt naar gemeentelijke partijen. Dat dan uiteraard een progressieve zaken moet zitten. Wel, we hebben een intern document geschreven, ook een beetje zo gelijkaardig zoals wat jullie hebben, denk ik, een handvest, waar een algemene visie wordt in beschreven, een aantal algemene principes, de manier van een politiek doen, en dan een algemene visie op thema's zoals het economisch, het levensbeschouwelijke, migratie, klimaat, Europa. Dat zijn voor ons een aantal kerndimensies. Daar gaat nog verder aan gewerkt worden. Voor ons is het idee, als we met lokale lijsten spreken, dat wij moeten het gevoel hebben van, oké, hier is een klik en we zitten op dezelfde golflengte. Maar wij willen niet aan micromanagement doen. Wij willen geen nieuwe schoonmoeder worden van die lokale beweging. Integendeel, we willen die lokale beweging extra zuurstof geven om ook mee te kunnen doorgroeien of hun grootste talenten te laten mee doorgroeien op het Vlaamse niveau. Want dat is het nadeel wel, hè, van die partijen die bestaan. In sommige gemeenten hebben die zelf 30-40% leveren die burgemeester. Die doen fantastische dingen lokaal. Maar die kunnen niet verder doorgroeien, want ja, ze hebben zich onpopulair gemaakt bij de bestaande partijen. Want ze hebben die bestaande partijen in sommige gevallen gewoon gedecimeerd op lokaal niveau. Dus om dan te gaan aankloppen bij de liberalen of de socialisten, vragen, mogen we bij jullie meedoen? Ten eerste, zij willen dat ook niet, maar ten tweede, zij zijn ook niet welkom. En daar denk ik dat we met Vista, als we een overkoepelend platform kunnen maken, dat we wel een aantrekkelijk aanbod hebben naar die lokale lijsten om hen verder te ondersteunen in wat ze lokaal doen, maar hen ook daar de autonomie laten, want ze hebben bewezen dat ze goed bezig zijn, dus wat moeten wij ons daarmee gaan moeien? Maar tegelijkertijd ook nieuwe mogelijkheden geven op Vlaams niveau. En dat is belangrijk voor een lokale partij ook, hè? Om die link te hebben met het Vlaamse niveau, want niet elk lokaal probleem kan je helemaal lokaal oplossen. Ja. Financieel steunen? We gaan vooral eerst zelf financiële steun moeten vinden. Als u een donatie wilt doen of iemand in de familie kent die hier wel iets in ziet, mag je het altijd laten weten. Maar dat is voor ons een grote uitdaging op dit moment. Daar lopen ook gesprekken, maar het is niet zo eenvoudig om gewoon mensen te overtuigen van oké, dit is uw geld waard en hier moet er in geïnvesteerd worden. Want het is geen investering zoals je investeert in een start-up en hoopt ooit een return te krijgen. Het is een investering in een samenleving. En ik merk dat voor niet iedereen even makkelijk is om te zeggen, ik ga die stap zetten, ik ga investeren.
zelf als ze het niet helemaal op één lijn zitten met onze ideologie of denkwijze, maar dat ze toch wel zien, oké, er moet iets veranderen op politiek niveau in België, in Vlaanderen, en via een nieuw initiatief kan dat effectief verwezenlijkt worden. Ja. Ja? Ja, het is ook een vraag voor meneer Van Stijn. Het is vaak van het communautaire over geen taboes en dat u vooral het kwestie was van goed bestuur bij het beoordelen waar je goed hebt moet zijn. Maar is het niet bij uitstek uitgangspunt van de politieke partij of de politieke vraag, wat is goed bestuur en op welk niveau zorgen we ervoor dat er goed kan bestuurd worden? Dat er een ideologische invalshoek is om goed bestuur aan te toetsen. Ja, maar ik denk de invalshoek is toch die subsidiariteit. Ik bedoel, je legt een bevoegdheid nooit vanzelf op een hoger niveau. Daar moet een goede reden voor zijn. Als daar geen goede reden voor is, en België is historisch anders gegroeid. België is gegroeid van op een manier, alles zat federaal. Alles zat unitair Belgisch niveau. En op een gegeven moment is dat beginnen naar de regio's, naar de gemeenschappen verspreid worden. En nu zitten we in een soort tussensituatie. Eén grote spaghetti, niemand geraakt er nog aan uit en niemand is er tevreden over. Heel veel bevoegdheden zijn niet homogeen, dus je zit een deel federaal, een deel gewestelijk, soms een deel gemeenschap. Dat werkt niet. Je kan het doen werken door ze op één niveau samen te krijgen. Maar dan moet je volgens ons van onderuit beginnen. En niet zeggen, zoals sommige Belgicisten of bepaalde partijen, die zeggen we gaan herfederaliseren, want dat werkt beter. Ja, maar dat is niet de juiste redenering. De juiste redenering is eerst, alles moet op een zo laag mogelijk niveau. En dan kan je kijken, oké, we hebben dat nu op Vlaams of Waals niveau gezet. Zou het niet beter zijn dat we dat Belgisch doen? Zijn we niet slagkrachtiger als we dat Belgisch doen? Hebben we grotere schaalvoordelen als we dat Belgisch doen? Ik ben bereid daarnaar te kijken, maar men moet mij wel overtuigen. Als het argument is, we gaan het Belgisch zetten, want anders zit er niks niet meer Belgisch, ja, dat is geen argument, dat is een drogredenering, dat is een cirkelredenering. Dus als België kan blijven bestaan en iemand kan mij aanduiden welke bevoegdheden dat daar duidelijk beter zitten dan op het regionale of het gemeenschapsniveau, mij best, ik wil aan u luisteren, maar ik heb nog niet heel veel argumenten gehoord, moet ik ook wel toegeven. Vooral omdat men ervan de facto van vertrekt dat het beter is Belgisch. Dat de ideologische overtuiging is vaak van de tegenpartij. En dat zij vinden dat ze dat dan niet meer moeten argumenteren. Zeg maar. Ik snap uw vraag van, moet mij overtuigen wat nog Belgisch kan? Maar wat is het antwoord van Vista? Wat is voor u een goede reden voor dat om op het Belgisch niveau te houden? Maar ik denk, wat voor ons heel belangrijk is, is als er iets op Belgisch niveau zit, dan moet daar voor Vlaanderen ook iets in zitten. Dan moet dat de regio ondersteunen. En dat is wat ik vandaag in deze regering niet zie. En dat is volgens mij een cruciaal probleem van Vivaldi. Niet iedereen is het daarover eens, maar het feit dat die Vivaldi-regering geen Vlaamse meerderheid heeft, zorgt ervoor dat je asymmetrische coalities hebt. Het zorgt ervoor dat je dus geen onmogelijk nog een samenwerkingsfederalisme kan hebben. Want die regeringen die staan gewoon tegenover elkaar politiek. Dus wat ze ook doen, ze willen elkaar altijd stokken in de wielen steken. Dus één voorwaarde voor mij zal zijn, oké, als u dingen wil federaal doen, dan moet dat altijd met een meerderheid van de Vlamingen zijn die daarachter staan. Want anders ga je federaal een bepaald beleid voeren dat niet in het belang is of dat niet in de democratische wens is van Vlaanderen. Dat is iets wat vandaag ontbreekt. Als Wallonië dat ook wil, dan moet Wallonië dat zeggen. Ik ben er niet zeker van dat dat in het belang is van Wallonië, maar als zij dat vinden, hebben zij daar recht op. Vandaag is dat niet het geval. Natuurlijk gaan mensen dan zeggen, ja maar, als je federaal nu ook nog een dubbele meerderheid nodig hebt, ja, maar dan kunnen wij geen regering niet meer vormen. Ja, oké, maar dan is er een probleem. Want een federaal land, dat zo klein is als België, met twee grote gemeenschappen, hoe kan je dan op federaal niveau dingen gaan doen die ingaan tegen de belangen van die twee gemeenschappen? Dat werkt niet. En dat is wat we de afgelopen 10 jaar gezien hebben. Zowel de regering Michel als de huidige regering waren op dat vlak gewoon ongezond, waren toxisch voor het klimaat in dit land. Omdat je constant dingen aan het doen bent waar de helft van het land het niet mee eens is. Dat werkt niet. Dus als er dingen zijn waar we het over eens zijn en er zijn schaalvoordelen, laten we ze federaal doen, geen probleem. Maar als we het niet eens zijn, dan heeft het geen zin om tegen elkaar in te gaan op die manier, denk ik. Ik ben het zeer eens met u, maar ik vind CD&V de laatste tijd heeft geen visie meer, geen toekomstbeeld meer. En ik vind geen goed toekomstbeeld, want dat klaar en duidelijk lijkt. Allee, ik zag echt iets wat ik mijzelf kon herinneren. Maar hoe kun je dit nationaal doordrukken? Want allee, ik
ik werk ook puur allee, op gemeentelijk niveau en ik ben van Vlaanderen. Iedereen hoort dat misschien wel. Dat wij bij iedere gemeente bij ons moesten werken als dat zijn CDV-burgemeesters. En die reageren exact hetzelfde als u. Ze zijn ook dichter bij de mensen ook op dat niveau. Ja. Maar nationaal gezien, we weerspiegelen dat zichzelf niet. En dat vind ik zo spijtig. Dat zo die... En ik vraag me, ja, hoe heb je ideeën of tactieken of weet ik van wat? Om dat ook nationaal, want ik weet, wij signaleren dus zo steeds die linkervleugel, om dat zo te noemen. Zo die, wat is dat? Net zo al die vakbonden, al die dingen die tot linkser zijn, terecht. Want, allee, met de mensen met wie ze in contact komen, zijn iets linkser. Dus de burgemeester en zo, de mensen die bij het volk staan, zijn eerder uw mensen. Hoe kun je dit? Volgingsgroep spreken tot daar toe. Maar hoe zou je dat proberen door te denken tot het nationaal niveau? Want... Ja. Oh, ten eerste, mijn vrouw is ook van West-Vlaanderen. Dus, van waar als ik? Ik ben tegen Wevel. En ik ook, hè? Ik ook. Dus je moet je niet schamen als West-Vlaanderen. Nee, ja, niet van Wevel, van Tielt. Van Tielt. Ah, ja, maar ik wel. Ah, oké, ja. Ja, ik weet het, Lichtervaal de Tielt. Ik weet het, ik weet het. Ja. Nu, het feit dat onze voorzitter geen ruggraat zou hebben, dat wil ik al ten eerste even tegenspreken in die zin. Hij was degene die, daardoor heeft het mijn stem gewonnen in de voorzittersverkiezingen. Hij was de eerste die zei, ja, over die abortus, dus het ethische thema, moeten we toch nog eens een keer gaan spreken. Hij was de eerste. En dan, kort nadien is Sami Mani gekomen, die heeft dat beaamd, die is daar ook direct opgesprongen. Dus het lef dat je dan hebt om dat in de voorzittersverkiezingen als eerste te zeggen, nog los van de inhoud, gewoon dat thema aanhalen, dat vergt toch al wel enige moed. En dat was eigenlijk ook een stukje de strategie dat we hadden kunnen volgen. Is te zeggen, dat was een, kunnen we zeggen, een unieke positie op het Vlaamse politieke landschap, dus het Belgische landschap. En daardoor had het echt de aandacht gekregen van de pers. Dus iedereen was er zo van geschrokken dat ze naar hem keken. En dat is eigenlijk het ideaal moment geweest om dan te zeggen, ja, en trouwens, economisch vinden wij dit, om daar stapsteden van te maken om eigenlijk onze USP's die wij hebben, om die eigenlijk allemaal sterkens aan in het vizier te brengen. Dus dat zou dan zo wat de strategie zijn. Maar nogmaals, wij zijn geëngageerde CD&V'ers, centrumrechts, binnen de partij, maar wij zijn niet de partijstructuur, dus wij kunnen die strategie zelf niet bepalen. Dat is een voorbeeld van hoe dat wij de strategie zien. Het punt is, en dat heeft onze voorzitter trouwens ook wel aangehaald, dat de communicatie meer moet zijn vanuit de partij en dat dan ons beleid daarop moet afgestemd worden. Dat we niet gaan zeggen van, ah kijk, de regering heeft gezegd, ja, dat past bij ons, want wij hebben ja, die standpunten. Dan zo interpreteren en dan komt dat overeen. Nee, de partij moet duidelijk haar standpunt zelf uiteenzetten. Dus ik denk dat er zowel wat aanzetten waren, maar dat dat vooruit moet gaan. En het laatste element dat u hebt aangehaald, waar ik ook wil op ingaan, dat is dat punt van beweging.net. Ik beschouw mezelf als ACW'er. Dus mijn voorfamilie, die waren eigenlijk ook al... Ik kan nog geen beschuldiging tegen. Nee. Het is wel inderdaad zo bepaald van die beweging. De burgemeester zijn beide echt wel iets wat rechtser kan, iets wat linkser. Ah, wel, het is dat. Je kunt niet ook iets verdelen, maar je merkt wel bij de CD&V dat. Ja, maar uw tegenstelling is een beetje verkeerd in die zin. Dat is hetgeen dat ik er straks ook heb aangehaald. Ik ben blij dat ik het nu een beetje kan concretiseren. Dus ja, wij zijn allemaal ACW van mijn familie. En dat is het verschil met bijvoorbeeld beweging.net. ACW is conservatief links. Er zit ook wat conservatief rechts in. Dus die zitten daar. Daarmee dat ik mijzelf nog altijd als ACW benoem. Beweging.net, dat is de golf die opgekomen is in de eind jaren 90. Ze hebben al begin jaren 90 de eerste sporen ervan. Maar echt in bestuur eind jaren 90. En die zijn opgeschoven niet naar, niet gewoon naar links, maar naar links alternatief. En daarin zat dan een beetje de moeilijkheid of de spanning die dan binnen CD&V stilaan is opgebouwd en nu eigenlijk is
moet ik zeggen, doorgeschoten naar het feit dat Beweging dit net heeft gezegd van ja, we gaan nu ook niet meer exclusief met CD&V spreken, maar uitdrukkelijk ook met Groen en Vooruit. Dat ze zich dan beperken tot hen om daarmee te spreken. Ik zeg niet samen dat ik mag spreken, dat begrijp ik ook niet helemaal. Maar in ieder geval, dat is het linksalternatieve dat ik denk dat de zaken een beetje moeilijk maakt. En dat is ook hetgeen dat binnen CD&V een beetje heeft gespeeld, ook de laatste verkiezing. Maar ik zeg het, dat zijn allemaal aanleidingen. De oorzaak blijft in 1990. De CD&V zelf heeft gezegd van... Dus er is een stuk strategie. Er zijn verschillende strategieën mogelijk. Wij kunnen ons daar wel in vinden, maar dat komt er gewoon op neer. Dat je inhoudelijk terug durft uitkomen voor. Dat zijn onze maatschappelijke visies. En ik denk dat er wel effectief nog een plaats voor is. Dat je zegt van, dat ideeën zijn van de 19e eeuw. Ik kan daar een stuk in komen in zaak van industriële revolutie enzovoort, dat waren 19e eeuwse bewegingen. Maar, en nu spreek ik ook als gelovige, ik kan me niet inbeelden dat het katholiek of het christelijk geloof iets is van de 19e, 20e eeuw, van de 15e eeuw. Dat is een eeuwige beweging die daar ook effectief haar invloed heeft op alle gebieden. Er zijn maar heel weinig politieke keuzes die niet ideologisch geïnspireerd zijn. Zelfs de kernuitstap. Ja, oké, er zijn twee antwoorden, ja of nee. Maar uiteindelijk kun je tot een van die twee antwoorden komen vanuit je eigen ideologie. Dus ik denk dat daar wel iets meer ideologie in speelt. Het is alleen een kwestie van daar deftig in te communiceren en goed te weten van waarom dat je tot je beslissing bent gekomen. Dat het niet politiek opportunisme is, maar echt vanuit je eigen overtuiging, en dat zijn de stappen, en zo zijn we uiteindelijk toevallig tot die, conclusie gekomen. En niet te beginnen met conclusie. Ja. Ik wil er nog even op inspringen, als ik mag, op twee punten. Dus het eerste, wat u een beetje beschreef over die hele complexiteit met de verschillende standen binnen de CD&V, dat is voor mij een van de redenen waarom ik wil met een eigen partij beginnen. Als ik dat hoor, met alle respect, want u zit daar middenin en u moet daar uw weg in vinden, maar dat lijkt mij zo waanzinnig complex. En ik denk dat dat iets is dat geen probleem was, zolang die grote partijen, socialisten, liberalen, christendemocraten, 20-30% van de stemmen hebben. Dan denk ik, oké, dan kan je een huis zijn met vele kamers, zoals de N-VA ooit ook was. Kan je een huis zijn met vele kamers, maar als je op een gegeven moment onder de 20 zakt en zelf naar de 15 en zelf naar de 10 dreigt te gaan, ja, dan wordt het volgens mij heel moeilijk om al die verschillende standen, zal ik maar zeggen, binnen een partij samen te houden. En dan stel ik vast, en dat is denk ik ook een kritiek geweest die de CD&V zichzelf gegeven heeft, is dat op den duur men alleen maar met zichzelf nog bezig is. Omdat men met zo'n complex kluwe zit van allerlei standen die men moet op een of andere manier bijeenhouden, maar die, omdat er te weinig stemmen zijn, omdat de partij te klein is, dat dat steeds moeilijker lukt. En dan zit je nog meer met jezelf bezig. En op den duur hebben mensen iets van, ja, hou eens op met CD&V te analyseren. En analyseren is de problemen van de mensen. En dat is denk ik toch een kwetsbaar punt. Niet alleen voor de CD&V, maar ook voor de socialisten en de liberalen. Dus dat is een eerste punt. Een tweede punt over die ideologie. Ik denk dat daar eigenlijk een heel interessante paradox plaatsvindt. Want het klopt wat u zegt. Het is niet zo dat het christendom verdwenen is. Christendom, de christelijke, de culturele christendom, zal ik zeggen, zit overal. We zijn door en door doordrenkt van het christelijk ideegoed. Maar we zijn ook door en door doordrenkt van wat de liberalen en wat de socialisten over de afgelopen 150 jaar gerealiseerd hebben. Daarom hebben we een sociale zekerheid. Maar daarom hebben we ook vrije verkiezingen, vrij ondernemerschap enzovoort. Dus daar heb je het gevoel dat daar een soort paradox is, dat die waarden wel degelijk nog zeer belangrijk zijn. Maar doordat die waarden eigenlijk algemeen aanvaard zijn in de hele maatschappij, niemand zegt wij moeten af van de sociale zekerheid. Niemand zegt wij moeten weg van vrij ondernemerschap. Niemand zegt de naastenliefde dat is iets onnozels, we willen daar niks mee te maken hebben. Nee, iedereen is het daarover eens. Dat zijn kernwaarden van onze westerse samenleving. Maar net daarom, en dat is eigenlijk het drama van de partijen die dingen verwezenlijkt hebben, is doordat ze dat verwezenlijkt hebben en over heel de maatschappij als aanvaard gemaakt hebben, zijn ze tegelijkertijd ook die USP kwijt. Want iedereen is het daarmee eens. En dus stelt zich de vraag, oké, nu moet je als partij je toch een beetje heruitvinden. En daar merk ik dat voorlopig bij geen één van die drie partijen, en dus zeker geen, ik wil zeker hier niet de CD&V viseren, maar geen één van die drie partijen, heb ik ook zelf aangehaald, slaagt daarin op dit moment. Ik heb op een gegeven moment in de coronacrisis, plots was het Frank van den Broeke die
spreekt over het Rijk van de Vrijheid. Maar ik had verwacht dat zoiets van een liberaal zou komen. Het komt van een socialist. En tegelijkertijd had je, ik herinner me op een gegeven moment, Egbert Lachaert, die zei, het is zeer belangrijk dat de oude en de jongere generatie solidair zijn met elkaar. Dan dacht ik, ja, maar dat verwacht je toch van een socialist. Dus ik denk, die zaken, die zijn gewoon, iedereen is het daarover eens. En dus zijn die niet meer voldoende diversifierend voor een partij. En dus moet je volledig herbronnen. Ja. Ja, maar ik wil er aansluiten, want wat je nu zegt, denk dat je eigenlijk nu een beetje dualistisch doet door enerzijds te zeggen die klassieke, socialistische, christendemocratische en liberale waarden, die zijn ook niet meer de stereotypen van wat ze geweest zijn, juist omdat ze verwezenlijk zijn. Maar ik denk dat de christendemocratie die er nu hervertaald heeft uitgelegd in de huidige context, dat je wel degelijk nog dingen vertegenwoordigen vanuit een oud kader om nog nieuwe dingen te verwezenlijken die eigenlijk nog steeds onvoltooid zijn. Als we kijken naar zingeving, is onze maatschappij nog steeds, hoewel we de katholieke kerk hebben gehad, nog steeds gaat tegen de markt. Want als je kijkt naar de coronaslachtoffers en zo, mensen hebben geen katholieke uitvaart kunnen doen of in zeer beperkende mate. Ik denk zeker dat eigenlijk die klassieke partijen juist vanuit die traditie zeker nog een nieuwe format kunnen geven aan wat ze kunnen hebben. Dus ik zou ze zeker niet reduceren tot klassieke dingen, iets van effectief van vorige eeuw, die inderdaad verwezenlijk zijn. Maar mijn vraag concreet aan u is, elke politieke beweging en elke politieke filosofie, die u waarschijnlijk ook heeft, baseert zich natuurlijk ook op of op een voorganger, is het dan bij uw spirit in deze weg een concreet persoon die u bent tegengekomen? En in welke mate geeft u dan, en ik denk dat dat wel belangrijk is voor het publiek waarvoor u spreekt, dat religie en zingeving een rol spelen in uw politieke visie? Oké. Het zijn twee dingen, hè, wat u vraagt. Dus het eerste inderdaad van, is daar dan toch een bepaalde diepere ideologie die we moeten meenemen bij Vista? En wat zijn eventueel de voorgangers? Wij zijn uit het niets ontstaan, als ik het zo mag zeggen. Dus het is niet zo, hè, zoals vaak bij andere partijen gebeurt, dat er een soort scheurgroep is die zich afsplitst van de partij en dan op zijn eigen weg gaat. Nee, ik bedoel, er was geen enkele voorganger. Er was een klein netwerk wel, sommigen hebben daar misschien van gehoord, Flinks, waar een aantal mensen wel al een aantal jaren met elkaar spraken, af en toe een column schreven en zo verder, maar eigenlijk niet de ambitie hadden om politiek een partij op te richten. Ik was daar zelf niet bij betrokken, maar ik ben wel in contact gekomen met die mensen en zo is het idee wel ontstaan van, column schrijven is mooi, is belangrijk, blijf dat vooral doen, maar er is bij sommigen toch de ambitie om ook politiek iets te verwezenlijken. Dus ja, zit daar dan een ideologie achter? Ja, wij omschrijven ons als progressieve regionalisten. Dat zijn al twee elementen die volgens mij toch redelijk onderscheidend zijn. Het progressieve, zoals ik heb uitgelegd, is voor mij een soort levenshouding. Maar niet iets in de zin, en dat frustreert mij enorm bij de progressieve zijde, en u heeft dat ook vermeld, dat progressieven ervan uitgaan dat progressivisme een soort superieure levenshouding is. Nee, totaal niet. Maar ik denk dat de twee verschillende zijden zijn van dezelfde medaille. Ik heb lang in China gezeten. Ik zou het een yin-yang noemen. De maatschappij verandert constant. Dus als je denkt als progressief dat je dus alles maar altijd maar moet weggooien en altijd maar vernieuwen, ja, dan ben je als een gek bezig. Maar als je door in die constante verandering denkt dat je alles moet bijhouden en nooit iets aanpassen, ja, dan lukt het ook niet. Dus je hebt die twee nodig, die zijn complementair. Ik voel mij gewoon meer verwant met een progressieve levenshouding. Maar ik heb het grootste respect voor conservatieven, omdat ik wel degelijk inziet, tene quod bene. Dat is geen onnozel idee, dat is een waardevolle gedachte. Dus in die grote verandering moet je die twee aspecten in rekening nemen. Ik vind vandaag in Vlaanderen dat het conservatieve aspect domineert. En ik denk dat dat niet altijd goed is voor Vlaanderen. Omdat Vlaanderen dan soms de boot mist bij bepaalde veranderingen, omdat men te veel vanuit de conservatieve reflex redeneert. En jammer genoeg, de progressieve partijen, die doen zelfs geen moeite om hun progressieve ideeën goed verder in de markt te zetten in Vlaanderen. Want die denken, dat is niet nodig, want we hebben de grote broer in Wallonië, dus we gaan het federaal wel regelen, ook al hebben we maar 10% in Vlaanderen. Ik vind dat compleet fout. Dat is voor mij ook een motivatie om met Vista te beginnen. Dus dat is een eerste punt over dat ideologische. Ja, volgens mij, er zit wel degelijk nog een ideologische basis in, maar die is niet gelinkt aan de drie zuilen, zoals die vroeger bestonden. Ik denk dat we bij ons elementen kunnen terugvinden die meer gaan naar vrijheid, anderen meer naar gelijkheid.
En dan om uit te komen bij levensbeschouwing, zingeving. Wat u zei over zingeving is zeer correct. Hè. Ik bedoel, door de enorme individualisering van de maatschappij de afgelopen decennia, is het zo dat je heel veel jongeren ziet die in een zingevingscrisis zitten. De vraag is, moet een politieke partij daar het antwoord op geven? Hè? Dat weet ik niet of dat gezond is ook, hè? Want dan krijg je plots toch een heel grote vereenzelviging van een individu met een politieke partij, waarvan ik ook niet weet of dat gezond is. Dus ik denk dat dat een maatschappelijke uitdaging is, maar ik denk als politieke partij dat je wel op de agenda kan zetten. Hoe wij staan tegenover religie, is dat wij natuurlijk er eerder van uitgaan dat religie, dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen staat en religie, maar dat religie altijd en overal met respect moet bejegend worden. En ook daar kan ik mij soms enorm ergeren aan bepaalde progressieven, die een soort kruisvaart willen voeren tegen alles wat religieus is, terwijl ik denk, ja, dat is ten eerste nergens voor nodig. En ten tweede, dat is hoogst onrespectvol. Het is niet omdat ik, en u mag dat gerust weten, omdat ik niet bepaald religieus ben, dat ik dan plots geen respect meer moet hebben voor een religieuze medemens. Dat lijkt mij waanzinnig. Dus daar denk ik dat wij een heel tolerante houding hebben tegenover religie. Waar de grens ligt voor mij is, ja, wanneer religie denkt of wanneer religieuze regels boven democratisch gestemde regels worden gesteld. En dat is bij het katholicisme niet zo'n groot probleem, maar bij de islam op sommige strekkingen wel. Ja, dan zit je wel met een probleem. Ja. Antwoordt dat op uw vraag of niet helemaal? Want u heeft veel vragen tegelijk gesteld. Ja. Ja. Maar ook in verwachten dat jullie dan de katholieke ziel zelf belichamen, maar ik denk eerder dat wij misschien toch wel verwachten dat er vanuit het respect van religie een waardekader wordt voorgesteld aan de kiezer om zich als religieus persoon in te vinden. En dat was even mijn vraag. Het was niet dat jullie zouden opkomen als een religieuze partij, maar dat jullie als een partij die vanuit hun respect voor religie een bepaald waardekader waarin de kiezer, onder andere religieuze, zich sterk in kunnen vinden, omdat het redelijk normatief is. En dat denk ik dat wel belangrijk is. Want een partij die een soort theocratische partij zou zijn, dat zou inderdaad geen afstand zijn tussen kiezer en de verkozen. Maar wat ik zelf voorstel is, wat dus de vraag is, welke waardekader stel je dan voor als jullie gewoon als neutrale, maar wel met respect voor religie partij? Maar je bedoelt waardekader op religieus vlak? Nee, dus dat kan perfect los van het religieus staan, maar wat ik nu nog niet in de uitleg heb gehoord, is welk waardekader dat jullie gaan voortdragen. Waar zowel religieus zich in kunnen vinden als mensen die geen religieuze affiniteit hebben. Oké, maar een aantal basiswaarden die bij ons bestaan is sociaal inclusief duurzaam. Dat zijn drie basiswaarden die in ons handvest staan. Waar we vanuit gaan. Maar ik vind die te weinig differentiërend om te zeggen dat zijn wij. Want ik denk dat heel veel partijen, nu heeft duurzaamheid ook vermeld, de Groenen spreken ook over duurzaamheid. Daar gaat het eerder, hoe ga je dat invullen? Bij ons is duurzaamheid meer dan te zeggen we moeten met ons milieu op duurzame wijze omgaan. Voor ons gaat dat ook over de begroting. Is die begroting duurzaam? Want als die niet duurzaam is, dan belast je toekomstige generaties. Dat is ook een aspect van duurzaamheid. Dus hoe die begrippen precies worden ingevuld, ja, dat wordt dan duidelijk in concrete voorstellen. Maar die waarden zijn wel heel duidelijk en inclusiviteit is daar een heel belangrijke. En dat geldt niet alleen inclusiviteit, dan spreken we niet alleen over verschillende etniciteiten die er in Vlaanderen bestaan. Dan spreek je uiteraard ook over verschillende religieuze overtuigingen. Een inclusieve samenleving, dat kan geen samenleving zijn die zegt, ja, met moslimkiezers die willen we wel, maar katholieke kiezers, daar moeten we niks meer van weten. Wat is daar nu inclusief aan? Dus ik denk dat daar wel een duidelijke filosofie in zit, dat je wel in die samenleving elk met zijn eigen overtuiging op een respectvolle manier met elkaar moet omgaan en elkaar moet respecteren in dat religieus geloof, zolang dat niet boven democratisch gestemde politieke regels gezet wordt, is er voor mij geen enkel probleem en moet dat respect ook actief gevoerd worden. Ja. Ik had nog een vraag voor Stuart Boort. Het verhaal op zich heel mooi, dat kan mij vinden. Maar meer pragmatisch bekeken, vandaag, jullie zijn ongeveer een dik jaar lang in leven, als ik niet vergis. Twee jaar. Of twee jaar zelfs al. En vandaag, welke reële slagkracht hebben jullie binnen de CD&V? De 12 apostelen bijvoorbeeld, in hoeverre houden die rekening met jullie verhaal? Welke impact hebben jullie op de CD&V vandaag puur praktisch bekeken? Ja, de 12 apostelen zelf, die hadden een eigen project. Dus die hebben toen een analyse gemaakt van de uitslag vrij kort op de bal. En die hebben toen een rapport afgeleverd. Dus dat was toen
Dat was nog voordat wij effectief naar buiten kwamen als groep. De invloed binnen de partij is enerzijds dus in die overlegmomenten met onze voorzitter, met verschillende mensen binnen de structuur. En natuurlijk ook het feit, en met lokale afdeling, maar natuurlijk ook het feit dat wij zelf CD&V-leden zijn allemaal. Dus wij wegen wel in de zin van, er zijn nu een hele hoop bestuursverkiezingen geweest enzovoort, in het werven van stemmen, in het kijken van kandidaten, in het analyseren en aanmoedigen. Dus op die manier werken wij wel mee binnen de structuur als individuele leden die gelijke stemmen zijn, samen met anderen. Dus dat is effectief wel het kern van ons verhaal van die centrumpartij, dat we wel willen samenwerken met de andere christendemocraten die even goed recht hebben op die titel, die alleen misschien een ander accent leggen binnen datzelfde referentiekader. En daar zit natuurlijk soms de discussie. En ja, strategie, dat zal dus, of onze impact, die geven wij tot 2024. Het is wel een paar keren gebeurd dat er, zou ik zeggen, dat er over stuurboord gesproken werd op positieve of dan afhankelijk van de kant waar ik u begint op minder positieve wijze. Dat men zegt van ja, is dat hier een nieuwe groep? Is dat iets anders ten opzichte van CD&V? Wat is dat hier? Maar er wordt wel over gesproken en hoe dan ook is het de bedoeling om tegen 2024 ons doel te bereiken dat er voldoende met ons gelijkgestemde ook wel een plaats krijgen op de lijsten binnen de partij enzovoort, zonder heel die partij te gaan domineren. Dus we hebben gewoon de rechtervleugel van CD&V terug uitgebouwd geraakt, uitgebloeid geraakt, om op die manier CD&V terug te laten zien van wat een centrumpartij is, volgens de rechtervleugel. Ik wil misschien iets aan mij toevoegen, want ik weet dat Boos dat graag zei, zoals wiskundige. Ja, dat is normaal. Dus grof geschetst mag je zeggen dat we nu een provinciale bestuur een dertigtal mensen met een stuurboord achtergrond op vrienden van het stuurboord gekozen zijn. En dat in het nationaal bestuur regelmatig niet de vraag wordt verhoogd van wat zou het stuurboord gaan leveren, maar dat je wel op tijd een signaal krijgt van tja, dat komt te sprake, hoe staan jullie daar tegenover? Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat er rechtse variant van de christendemocratie, dat men weet wie moet men aanspreken als men wil weten wat er in die vleugel van de partij leeft. Geen kritiek op Google Montenegro, zoals die hun taak hebben, maar die veel te veel een verhaal van economische belang gedeeld zijn. En geen algemeen politiek. Dat is politiek die kan je best nu voor jou. Andere landen ook belangrijk, dus aan het voordeel is hoe je het standpunt op vlak van migratie. Want dat is denk ik ook iets dat in 2024 zeker gaat meespelen in de verkiezingsstrijd. Oké. Wel, de eerste vraag over Vista als naam. Het is geen afkorting, het is zowaar een Latijns woord, waarschijnlijk geïnspireerd door een bekend partijvoorzitter, ik weet het niet. Vista betekent open blik, maar betekent ook een vergezicht. Dus er zitten twee betekenissen in voor mij. Een vergezicht is dat er opnieuw meer op lange termijn wordt gedacht, wat denk ik ook iedereen het over eens is dat het in het huidige politieke landschap is gewoon dagjespolitiek tot en met. En dan plots valt Rusland-Oekraïne binnen en dan gaat het plots weer allemaal daarover. En dan hebben we echt een probleem. Hè? Maar daarvoor ging het, ja, waarover ging het? 2 jaar lang over koetjes en kalfjes en over corona. Dus die dagjespolitiek, daar moeten we toch eens iets op vinden om terug meer een blik op lange termijn. En ik denk dat de politieke partijen daar zelf ook een grote verantwoordelijkheid in dragen. Maar dat is een heel moeilijk samenspel met de media. Hè? De media draaien ook zelf op die dagjespolitiek. Dus dat is een eerste aspect. Een tweede aspect voor mij van Vista, open blik, is een open blik. Is de zaken gewoon open bekijken zonder taboes. En daar, ik heb er tijdens mijn toespraak een aantal vermeld, denk ik dat er bij heel veel partijen oogkleppen zijn over een aantal thema's.
Maar zeker ook bij de progressieven. Als ik opnieuw kijk hoe Groen omgaat met die kernuitstap, ja, dat is voor mij geen open blik. Dat is, die kijken niet naar de kernuitstap met een open vista, om dat woord te gebruiken. Dus voor mij zijn dat twee elementen die in dat woord zitten. Dan over migratie. Het is heel terecht dat u die vraag stelt, want dat is een thema dat zeker niet weggaat. Het is nu opnieuw in de actualiteit omwille van wat er gebeurt in Oekraïne. Ik denk dat daar heel belangrijk is, en dat daar denk ik de progressieve zijde veel te weinig rekening mee gehouden heeft, dat je ook moet durven kijken naar de draagkracht van je eigen gemeenschap op vlak van migratie. En als je ziet dat die draagkracht onder druk komt te staan, dat je die niet moet, de mensen die daar hun beklag over doen, die in een hoekje moet duwen en zegt, oh, maar jij bent een racist, oh, jij bent tegen vreemdelingen, jij bent dat en dat. Nee, nee, nee. Ik denk dat dat een gigantische fout geweest is van de progressieve partijen, is dat zij niet onderkend hebben dat de mensen die problemen ondervonden van migratie, en dat waren reële problemen, dat die mensen niet serieus genomen werden. En daarom zitten ze vandaag allemaal bij het Vlaams Belang. Dus op een gegeven moment stel je vast dat er een probleem is met de draagkracht, dan denk ik dat je op twee flanken daar moet op inspelen. Ten eerste, je moet wel degelijk aandacht hebben voor dat probleem, het onderkennen, en dan initiatieven gaan nemen, lokaal vaak, die er misschien kunnen voor zorgen, ten dele, dat die fricties tussen nieuwkomers en de mensen die er al wonen, deels kunnen weggewerkt worden. Want ik denk, vaak gaat het ook gewoon over onbekend is onbemind. Ontstaan er allerlei misverstanden, allerlei één incident zorgt ervoor dat een hele gemeenschap plots in de hoek wordt gedrumd. Dus daar kan veel aan gedaan worden. Maar dan moet je natuurlijk eerst erkennen dat een uitdaging is. Dat is een eerste iets. Maar ten tweede iets moet je ook durven kijken naar de instroom. En vooral op vlak van illegale migratie zijn we het absoluut niet eens met de visie van de huidige progressieve partijen. Die eigenlijk ja, illegale migratie niet echt willen tegenhouden. Die koud- en warmblazen, zeker in België, maar dan heb je opnieuw een communautair probleem natuurlijk, dat je aan Franstalige kant met een aantal partijen zit, om Ecolonie te noemen, die zoiets hebben van, ja, illegale migratie, dat zijn ook mensen, die moeten hier ook kunnen komen enzovoort. Ze komen natuurlijk allemaal wel naar Vlaanderen en Brussel. In Wallonië heeft men daar veel minder last van. Maar goed, als je blijft daar je ogen voor sluiten, dan is dat problematisch. En op dat vlak denk ik dat heel veel stukken die daarover geschreven zijn van iemand als Elgardus bijvoorbeeld, voor ons zeker een deel van de inspiratie zijn. Soms wordt dan verwezen naar de Deense aanpak. Daar moet ik zeggen, daar zitten elementen in die voor mij te hardvochtig zijn. Maar ik denk dat je wel degelijk moet durven benoemen dat illegale migratie een probleem is. En dat je niet mag ervan uitgaan dat dat allemaal zichzelf wel regelt. En vooral dat dat niet alleen een probleem is voor onze eigen gemeenschap, maar ook voor die mensen zelf. De situatie waarin die verkeren, zeker in Brussel bijvoorbeeld, waar je naar schatting 100.000 illegalen hebt, de situaties waarin die mensen zitten, dat is gewoon erbarmelijk. En dus dat je als progressieve partij dat ten eerste gaat gedogen en dan ten tweede doet alsof het eigenlijk niet echt een probleem is, ja, ik kan mij daar totaal niet in vinden. Dus ik hoop dat dat enigszins een antwoord geeft op vlak van migratie, ja. Ik ben nooit bij Spirit geweest. Ik zat toen in China. Ik kan u daar geen antwoord op geven, want ik ken Spirit onvoldoende. Ja. Er zullen ongetwijfeld raakvlakken zijn, maar ik heb nooit een grondige studie gedaan van wie of wat Spirit is. Ik weet alleen dat op een gegeven moment de heer Anciot verleid werd door meneer Stevaart, dat men zich daar gevonden heeft en in tegenstelling tot wat er gebeurd is bij CD&V en N-VA, is Spirit daar niet als overwinnaar uitgekomen. Terwijl bij de coalitie, of liever het kartel tussen CD&V en N-VA, ja, was daar toch iemand anders aan het hoofd van die partij die toch beter die kans heeft benut. Goed, Bert Anciot zit vandaag nog altijd in de Senaat, dus misschien vanuit zijn persoonlijke carrièreperspectief heeft hij de juiste keuze gemaakt. Maar wat daar allemaal gespeeld heeft, waarom hij die overstap gedaan heeft, waarom hij Spirit liever niet verder ontwikkeld heeft, dat weet ik niet. En ik was daar nooit bij betrokken, dus ik kan moeilijk u zeggen van kijk, Spirit was zo en Vista is zo. Ik kan daar moeilijk een antwoord op geven. Wat voor mij telt is wat Vista aan het worden is, wat wij met Vista aan het bouwen zijn. Als mensen die ooit voor Spirit gestemd hebben zich daarin terugvinden, des te beter. Maar er zijn al spiritisten die mij de wind van voren geven en die, ja, zoals dat gaat in politiek, die mij verrot schelden van alles en nog wat, dat ik het allemaal verkeerd doe, dat niet juist is wat doen met Vista, dat bij Spirit anders was. Ja, oké, goed, maar dan denk ik van, oké, richt dan Spirit 2.0 op of stem voor een andere partij. Maar op een gegeven moment, is dit Vista? Wie wil meewerken aan dat project is van harte welkom. Maar ik ga ook niet proberen elke
persoon die ooit voor Spirit gestemd heeft mee te krijgen bij Vista, omdat zij bepaalde dingen zien die Spirit niet zei. Ik weet dat niet. Eerlijk gezegd, dat interesseert mij ook niet zo echt. Ik wens de spiritisten, net zoals iedereen, ertoe dat zij stemmen tot de partij die het beste aansluit bij waar zij persoonlijk voor staan. Als dat Vista is, des te beter. Als zij bij een andere partij uitkomen, dan heb ik daar ook geen enkel probleem mee. Ja, dit is nog een vraag voor meneer Van Stijn. U sprak zich nu al sterk uit tegen illegale migratie. Ik denk dat wij de partijen u daarin zullen tegenspreken. Ik bedoel dat iedereen tegen illegaal is, of tegen illegale migratie. De vraag die veel belangrijker is politiek, is denk ik, wat zou voor u legaal en wat zou voor u illegaal moeten zijn? Want ja, iets tegen de regels doen, ik denk dat niemand daar voorstander is. De vraag is, wat zouden de regels moeten zijn? Ja. Alleen, ik verwacht natuurlijk niet dat u hier met een nieuw migratiewetboek afkomt, maar hoe staat u concreet tegenover de vraag, de regels van gezinshereniging, zijn we daar heel coulant in bij Vista, zijn we daarvoor dat familieleden zouden mogen doorkomen zonder al te veel objectieve voorwaarden, of eerder aan de andere kant, ja, hetzelfde met alle andere mogelijke statuten. Ja. Wat is uw normatieve positie in plaats van enkel, ja, we zijn tegen alles wat nu illegaal is? Ja. Maar een eerste punt dat ik daar toch wil aan toevoegen. U zegt iedereen is het daarover eens. Ik denk iedereen in het politieke spectrum in Vlaanderen heb je een heel duidelijke meerderheid die het daarover eens is. Ik denk dat je enkel bij PvdA veel mensen zult vinden die het daar niet mee eens zijn. Bij Groen een beetje. De open grenzen zitten daar. En bij SPA heel weinig. In Wallonië, ja, ik wil even verder gaan. In Wallonië, die twee partijen, Ecolo en PTB... die gaan naar 40-45%. Dus het is evident dat die twee samen een andere impact hebben op hoe Wallonië kijkt naar het fenomeen van illegale migratie. Dus dat is toch een eerste punt dat ik wil zeggen. Iedereen is daarover eens. Ja, dat is heel Vlaams om te zeggen. Want in Vlaanderen is dat waarschijnlijk zo. In België is dat niet zo. Dat is een eerste punt. Een tweede, goed, hoe ga je daar concreet mee om? Het migratieprobleem is sowieso geen Vlaams of Belgisch probleem, is een Europees probleem. Natuurlijk, dat is een dooddoener, dat is heel gemakkelijk om te zeggen, je moet dat Europees aanpakken. Hè? Maar het is ook gewoon een feit. Je kan in België van alles en nog wat veranderen, maar als er in Frankrijk en Nederland en Duitsland niets verandert, ja, dan blijf je dweilen met de kraan open. Dus ik denk dat daar noodzaak is aan een herstart van het migratiebeleid. En als dat niet lukt met 27... Dat staat ook in ons handvest, dan zijn wij er voorstander van om bepaalde beleidsdomeinen, zoals migratie, opnieuw te gaan bekijken met een kern van Europese landen. Dat kunnen de 6 stichtende landen zijn, dat kunnen er 8 zijn, die opnieuw gaan bekijken en die de regels van migratie gezamenlijk gaan herschrijven. En ik denk dat je daar ook, wij zijn, zoals ik zei, Vista open blik, daar zijn ook geen taboes voor ons, dat je zelf moet durven kijken of het niet nodig is en mogelijk is om toch ergens te kijken van, kijk, iedereen die illegaal de Europese Unie of dan die kernlanden is binnengekomen voor een bepaalde tijd, die in het verleden ligt, hè, zodat ik dan niet meer kan zeggen, ja, maar ik was er ook bij. Nee, dat is geregistreerd in het verleden. Dat je daar gaat bekijken of het toch niet mogelijk is om een grote groep daarvan effectief te regulariseren en degene die dan op dat moment niet voldoen aan de voorwaarden effectief te gaan uitwijzen. Waarom? Omdat je met enorme arbeidstekorten zit in Europa. Die gaan de komende jaren steeds groter worden. De vergrijzing die moet eigenlijk nog beginnen. Dat wordt ook al gebruikt als een argument om inderdaad massaal mensen uit Oekraïne toch naar hier te brengen, want we hebben ze nodig. Wel, er zijn al 100.000 mensen die we nodig hebben. Vaak zijn die al in het arbeidscircuit. Alleen gebeurt dat op erbarmelijke omstandigheden, zonder enige sociale bescherming, wat dan ook, dan denk ik op een gegeven moment moet je daar durven naar kijken. Maar als je dat als België alleen doet, heeft dat geen zin. Als je dat met de 27 probeert, dan denk ik heeft dat ook geen zin. Je kan het proberen, maar aan het tempo dat dat vooruit gaat, met de verschillende visies die daar bestaan, lijkt me dat heel moeilijk. Het feit dat het Verenigd Koninkrijk nu niet meer in de Europese Unie zit, denk ik, kan het een beetje eenvoudiger maken, want daar is een nieuwe grens gecreëerd ook. Maar binnen Europa met die 27 daarover gaan palaveren. Op een gegeven moment denk ik moet je kijken van oké, de Benelux, Frankrijk, Duitsland, misschien de Scandinavische landen, wij zitten met een gelijkaardig probleem. Wij hebben die mensen nodig, maar wij zitten tegelijkertijd met heel veel mensen die illegaal op ons grondgebied verblijven en die daar ook heel veel overlast en problemen veroorzaken voor de lokale bevolking en die ook zelf in een ellendige situatie zitten. Dus kan je dat gewoon eeuwigdurig laten verder staan?
denk dat daar moet over gesproken worden. Heb ik daar alle oplossingen voor? Dank u wel dat u dat begrip in elk geval heeft. Na 3 maanden visten hebben wij nog geen uitgewerkt nieuw migratieboek of plan over hoe je migratie moet aanpakken. Maar dat een van de hoofduitdagingen is van de komende jaren en ook een belangrijk thema voor 2024, dat is evident. Ja.